Lieve mensen, van harte welkom. Ik vind het heel fijn om geen applausgeluiden meer te horen. Mijn naam is Martijn van Staveren en ik heb de afgelopen 10 jaar zoveel applaus gehoord dat ik eigenlijk wel voor de rest van mijn leven gewoon voldoende heb gehoord, maar nog niet voldoende heb gevoeld. Dus het zit hem niet in het geluid, maar het zit hem in het wie we zijn, in wat we uitdragen van binnen naar buiten. En dat is ook een heel mooi nieuw experiment. Het wordt natuurlijk op de aarde al heel veelvuldig toch toegepast, dat er niet meer wordt geapplaudisseerd. Dat is ook iets, een herziening kun je dat noemen. Daar wordt heel erg fors over gediscussieerd, van ja, oké, maar een applaus is ook een uiting van, dat is natuurlijk ook zo. Maar waar wij het met elkaar over hebben, dat is zoiets groots en diepgaans in onszelf, dat op het moment dat je geen applaus geeft en je geniet van de stilte en je voelt dat het echt gaat om wie jij bent en niet meer om degene die staat te praten, dan vindt er nog een diepere verankering plaats in je eigen wezen. En dat is eigenlijk waar het om gaat. Dus ik ben er heel blij mee dat dat dan nu niet gebeurt meer. En dat zal af en toe best nog als iemand in de hand klappen. En dan vind ik dat heel erg fijn. Maar dat is dan meer dan een reflex. Ja. Nou, daar gaan we het ook over hebben, over reflexen vanavond. Reflexen van liefde en oorspronkelijke liefde. Ik ben heel blij dat ik hier vanavond mag zijn. Het is ook een lezing die ik na, denk 4,5 maand heb ik geen lezingen gegeven. Ik besloot op een gegeven moment om gewoon te stoppen in het publieke domein, omdat er gewoon genoeg en voldoende beweging gezet is door alle mensen die niet alleen met deze materie bezig zijn, hè, want je komt niet voor mij, je komt wezenlijk voor jezelf, omdat je zelf ergens mee bezig bent, hè, maar we ontmoeten elkaar dan in zo'n samenkomstavond, maar er zijn zoveel mensen ook in andere stromingen bezig, die uiteindelijk ook allemaal gaan voor die kracht in zichzelf. En ja, ik denk gewoon dat het goed is dat ik toen gestopt ben om vervolgens ook in een cyclus te kunnen komen waar ik niet in terecht kon komen doordat ik doorging. Door de programma's van lezingen geven en heel veel andere dingen. Wat ik volledig met mijn hele wezen heb gedaan, met volledige zaligheid en vol overgave. Dus het is voor mij nooit een automatische piloot. Dat bestaat bij mij gelukkig niet, omdat ik ook niet echt een script heb. Dus ik praat gewoon en spreek voortdurend vanuit het punt waar ik in dat moment ben. Maar het zorgt er wel voor dat ik daarmee stopte, dat er heel veel ruimte is gekomen om veel meer uit te werken waar ik al 10 jaar mee bezig was. En daar ben ik nog niet mee klaar, maar het is wel heel erg lekker bezig. En ik heb dat ook teruggekregen van een heleboel mensen die zeiden van joh, wat goed dat je gewoon zo ineens gestopt bent. Want ik werd eventjes mezelf teruggeworpen, want ik constateerde toch wel dat ik door een veelvoud van luisteren en kijken naar jou, heel erg toch aan jou ging hangen. Waarbij ik mijn eigen autoriteit niet kwijt ben geraakt, maar toen jij stopte voelde ik het wel. Toen wist ik van kijk, en dat is wat we nodig hebben. We hebben nodig om vast te stellen hoe snel wij volgzaam worden, volgelingen worden van iets. Hè? En dan raak je jezelf mogelijk kwijt. Nou, vanavond gaan we het hebben over die kracht van zelfstandigheid, autonomie, eigen autoriteit. Dus niet de autoriteiten van Nederland, maar onze eigen autoriteit. Ons soevereine zijn, wie wij als mensen van oorsprong zijn. Als je alle ruis eraf haalt wat eigenlijk parten speelt in ons dagelijks leven, dan blijft er gewoon iets heel moois over. En ja, wat haal je dan weg? Wat is die ruis? Dat is natuurlijk een heel groot onderzoek. Ja, en ik denk dat als ik zeg van dat wat ik weghaal eigenlijk alles is, dan ben je het snelst van de ruis af, maar dan krijg je ook de meeste weerstand. En dat merk ik natuurlijk, omdat ik heel veel zaken benoem, hier als Martijn op deze aarde, die voor heel veel mensen en heel belangrijk zijn en logisch zijn, maar ook voor een heleboel mensen niet onderhandelbaar zijn, zeg maar. Ik spreek dus over onderwerpen, thema's die voor veel mensen een heel belangrijke handvatten zijn geweest. Handvatten zelfs officieel, mag het nu in het woordenboek, heb ik gezien. Dus als je dat dan weghaalt door dat gewoon bespreekbaar te maken, dan komt er ook weerstand in beweging. En dat is ook goed, want overal waar weerstand zit, daar is iets te onderzoeken voor onszelf. En overal waar ik langskom, daar ploeg ik kennelijk een beetje de boel om. Nou, oké. Mijn naam is dus Martijn van Staveren. Ik ben, wanneer was dat eigenlijk? Eergisteren ben ik mijn lichaam 44 geworden. Ja, ik moet er zelfs over nadenken, want ik vergeet dat gewoon. Het was heel leuk. Wij hebben gewoon daar niets aan gedaan. En ik val maar gelijk met de deur in huis, want vanuit mijn eigen ervaringen breng ik dan iets in beweging wat je mogelijk herkent in je eigen leven, in je eigen bestaan.
Mijn lieve ouders, waar ik een ongelooflijk goede relatie mee heb, weten waar ik voor sta. En ik zal zeggen dat dat niet altijd even makkelijk is voor mijn ouders. Maar ze bewegen super flexibel mee. En in die beweging om ook naar mij te kunnen kijken en ik naar hen, kunnen we elkaar volledig ontmoeten. Dat is heel mooi. Ze weten dat ik niet aan verjaardagen doe, maar dat ik wel heel erg genegen ben om de verjaardag van een ander te vieren. En dan bedoel ik gewoon dat ik ook kom en dat ik daar gewoon lekker bij ben. Maar als het om mezelf gaat, dan vind ik dat helemaal niet nodig. Dus zo gezegd, zo gedaan. Het was weer bijna 30 oktober 2011. En toen was de dag daarvoor de vraag van, goh, doe je ook dit jaar iets met je... Nee hè? Ik zeg nee, klopt. Maar ook niet een kopje thee, even gewoon zo. Misschien 10 minuutjes, kwartiertje. En ik zeg nee, ook niet. Ik doe er helemaal niks aan. Oh, maar misschien s'avonds even een kopje thee. Dat vinden we gewoon leuk. Ja, even knuffelen. Even. Ik zeg maar, ik kan elke dag knuffelen. Hè? Dat hoeft niet per se alleen op die dag. Ja, ja, dat weet ik ook wel, lieve schat, zegt mijn moeder. En dat weet ik wel. Maar goed, ik heb daar zelf ook wel een bepaalde behoefte aan op dit moment. Ik zeg, dat begrijp ik. Ik zeg, we doen het een dag later. Ja. Maar wat er gebeurt is, dat is een beetje spelen dan, hè, met mijn moeder en mijn fysieke moeder, op dat moment spelen met wat er dus gebeurt. Maar als je daar heel fijnmazig naar durft te kijken, ligt daar het moment waarin je concessies doet ten aanzien van de situatie. Dat is vaak naar die persoon gericht die dus iets graag wil. En dat doe ik dan op dat moment vanuit mijn dienstbaarheid en ook vanuit mijn liefde, omdat je een ander ook niet wilt kwetsen. En toch op het moment dat je iets doet, je neemt een beslissing, je voert hem uit. Wat niet bij je past, waarvan je eigenlijk al een beslissing hebt genomen van dat je dat niet meer doet. Op het moment dat je het toch doet, vindt er een hele fundamentele verandering plaats in je energetisch bewustzijn, in je gevoelsbewustzijn, in je centraal zenuwgestel. En dat gaat gewoon tegen je inwerken. Dus ik heb gezegd, nou weet je, we doen het gewoon lekker niet. Ik weet hoe ik er tegenaan kijk. Ja, maar ik ben 2 dagen later jarig. Kom je dan wel? Ik zeg, jawel. Dan kom ik even een kopje thee drinken. En dat is het dan ook. Toen zegt ze, nou weet je wat ik dan doe? Ik heb al een kaart voor je klaargelegd met een aardigheidje erin. Dan loop ik vanavond laat eventjes bij je langs en gooi ik hem in de brievenbus. Ik zeg, nee, doe dat maar niet. Dat hoeft niet. Dat mag gewoon een dag later. Dat is goed. Nou, nu zit je dus tegen het rebelleren aan voor andere mensen, omdat er dus pogingen worden ondernomen om daartussenin te gaan zitten. En dit is dan even in het klein, hè, in het privé gesproken, zeg maar. Maar dat kun je dus ook in je zakelijke wereld tegenkomen. Je komt het eigenlijk overal tegen, concessies doen en onderhandelen. Waar ligt het moment dat je uitonderhandeld bent? En dat moment, dat wordt geboren op het moment dat je heel goed kraakhelder zelfverzekerd bent in jezelf waarvoor je gaat. En dat is leiding nemen in elk moment. Nou, vanavond gaan we het hebben over de kracht van waarneming, de kracht van liefde en creatie. En in welke volgorde dat zal zijn, weet ik niet, want ik heb nooit een volgorde ergens in zitten eigenlijk. Dus het ontstaat dan maar gewoon. Maar dit weet ik wel dat het handig is om daar iets over te zeggen. De doelstelling om daarover te spreken, dat is van buitengewoon belang. Dat is eigenlijk om onderscheid te maken tussen je wezenlijke eigen kracht. Dus niet je geprogrammeerde reflexen en keuzes die je maakt. Dus de onderscheid maken tussen echte kracht en aangeleerde kracht in jezelf. Tussen haakjes, liefde en angst. Keuzes wat je maakt. De keuzes die je maakt op basis van een positief of een negatief gevoel. En dat is allemaal om terug te kunnen keren in je eigen autoriteit. Nou, ik ben dus nu 44 jaar fysiek en ik ben uiteraard gewoon een normaal mens, net als iedereen. Ik heb de afgelopen 10 jaar onvoorstelbaar veel mensen mogen ontmoeten die soortgelijke ervaringen hebben op het gebied van bewustzijn. Je wordt je bewust van dat er meer aan de hand is dan alleen de werkelijkheid van geld, economie, opstaan en slapen. Dat is het niet. En daar kom je vaak achter omdat er gevoelens in jezelf zitten die aandacht behoeven. En hoe die gevoelens zich ook uiten, dat maakt niet uit. Het kan zijn voor de een op een manier van het uitzicht op een manier dat je in emotionele buien terechtkomt. Maar het kan ook zijn dat je ineens een hobby krijgt die zo diep gevoel in beweging zet. Schilderen, creatief bezig zijn. Waardoor dat gevoel wat ergens al in jezelf zat, altijd gezeten heeft, ineens tevoorschijn komt. Nou, ik heb zoveel mensen mogen ontmoeten, gewoon door mijn vrijsprekerschap, en ik ben daar gewoon heel zelfverzekerd in, en ik zal dat ook altijd blijven doen, dat de mens op de aarde hier een onderdeel is van een veel groter universeel, groot, galactisch, multidimensionaal, intergalactisch veld, een bewustzijn, een samenhang.
En voor veel mensen is dat waanzinnig, omdat als we alleen met de ogen van de wetenschap kijken, want dat moet meetbaar zijn, en wetenschap is eigenlijk dat het steeds weer opnieuw gemeten wordt, dat de uitslag steeds gelijk is aan de eerdere metingen, dan is het wetenschappelijk vastgesteld. In de wetenschap is dat waanzinnig, dat een mens een onderdeel is van een universeel of een intergalactisch bewustzijn, omdat ze het niet kunnen aantonen. Nou, ik heb van kind af aan ervaringen die ik beschrijf, waarin ik contact heb met andere werelden. En op deze aarde noemen we dat heel vaak buitenaards contact, maar dat is eigenlijk minder het woord buitenaards. Het is contact met andere werelden, laat ik het zomaar noemen. En op het moment dat we nu kijken wat er op de aarde plaatsvindt, de grote versnellingen op het gebied van technologie, technologische ontwikkelingen, hoe snel die technologie zich aan het ontwikkelen is en hoe dat er over bijvoorbeeld 10 of 15 jaar uit zou kunnen zien. Als we daar nu naar kijken, dan kunnen we eigenlijk ook een vraag stellen van: stel je nou eens voor dat deze ontwikkeling waar we nu allemaal getuigen van zijn, dat die zich in andere levensvormen elders al hebben voltrokken, helemaal totaal uitgeëvolueerd is technologisch, en dat deze beschavingen, die veel verder ontwikkeld zijn dan wij op dit moment ogenschijnlijk, invloed uitoefenen op ons ontwikkelingsproces. Dat is gewoon belangrijk. Waarom raak ik dit aan? Om de liefde in de mens open te laten gaan, mogen wij gewoon ook spreken over waanzinnige onderwerpen, zoals minder plezierige dingen, maar we mogen ook spreken over technologie. En ik zeg niet dat technologie, ik ben niet tegen technologie, sterker nog, ik ben zelfs iemand die helemaal nergens voor of tegen is, alles mag er zijn. Maar het gaat erom dat we gaan kijken dat technologie, technologische ontwikkeling, hand in hand mag gaan met menselijk bewustzijnontwikkeling. Daar is een enorm onevenwichtige situatie in. De mens verkeert collectief in een hele angstig, traumatische patroon van oorlog en tekorten, ongelijkheid. En eigenlijk is de mens helemaal niet aan toe op dit moment om met technologie te werken. Zij weet nog helemaal niet eens wat echt leven is. Zelfstandig leven, eigen keuzes, zelfbeschikking, zelfautorisatie. Ze weet nog niet eens eigenlijk wat liefde is, omdat het allemaal gemanaged wordt door religie en spirituele modellen. Dus de vrijheid eerst vrijkomen, fundamenteel vrij als mensen hier op de aarde. Vanuit de aarde werken, hier, met je voeten in de grond. Genieten van de aarde, genieten van de zaden en genieten van de bladeren. Leren hoe dat hier allemaal gaat, gaan ervaren. En vanuit die werkelijkheid kun je ook naar die grotere werkelijkheid kijken. Nou, dat is een heel belangrijk thema. En ik praat daar dus mijn hele leven over en ik ben daar gewoon heel openlijk over. Wat ik gemerkt heb is dat openheid, openlijk spreken over bepaalde diepliggende thema's, en ik doe dat meestal redelijk aan de oppervlakte, dat dat gewoon niet altijd geapprecieerd wordt door verschillende groepen en mensen. Vooral als datgene wat ik in beweging zet niet past bij de huidige werkelijkheid van spiritualiteit. En laat ik gewoon zeggen, op deze aarde is een gigantisch onderzoek gaande, al sinds decennia, dat er mensen zijn wereldwijd, en we spreken echt over heel veel mensen, niet over een paar honderd, maar we spreken over heel veel mensen, het zijn er miljoenen, die op de een of andere manier contact hebben gehad met andere levensvormen. Levensvormen die niet van deze wereld zijn, die uit een andere werkelijkheid tevoorschijn zijn gekomen. En daar is een enorm scala aan ervaringen in. Gigantische onderzoeken zijn daarin gedaan. Door heel veel wetenschappers, door neurologen, psychiaters, psychologen. Dat zijn niet zomaar de eerste, de beste onderzoeken die je gewoon weg kunt sturen. Nee, daar ligt nogal wat. En van al die miljoenen mensen die ervaringen hebben, waarbij ook zwangerschappen werden geconstateerd in de buik, in de baarmoeder, die daar eigenlijk helemaal niet hoorden te zijn. Mensen die ontvoerd werden tegen hun wil, mensen die niet tegen hun wil meegenomen werden. Hoe je het ook wilt noemen, het zijn er zo ontzettend veel, dat je onmogelijk kunt zeggen van: nou, al die miljoenen mensen zijn gewoon gek. Sterker nog, er is zoveel bewijs dat dit plaatsvindt. Er zijn zoveel rapporten en rapportages, ook vastgelegd uit de reguliere medische wereld, uit de industrieën van de militairen, uit de farmaceutische wereld, waaruit onomstotelijk vast wordt gesteld door de verklaringen dat het zo is, dat je eigenlijk gewoon dat zou kunnen aannemen van: oké, de mens wordt dus bezocht. Nou, wat ik doe, is samen met een heleboel andere mensen, en dat doe ik ook samen met mensen die hier ook zijn, maar over de hele aarde, ik breng iets, door daar openlijk over te spreken, breng ik het terug in het collectieve bewustzijn. En voor de mensen die daar een weerstand op hebben zitten en zeggen: nou, dat kan niet, dan komt dat, en ik ga nu een hele boute uitspraak doen, komt dat gewoon door informatietekort. Omdat er niet voldoende over gelezen is en verdiept door de weerstand.
Want als je werkelijk wilt lezen, dan laat je in eerste instantie gewoon de spirituele boeken laat je gewoon aan de kant. En dan ga je eerst eens fundamentele onderzoeken lezen, boeken die geschreven zijn door mensen die dus echt een opleiding hebben gehad. Als dat belangrijk is voor de mensen, is er genoeg literatuur om te lezen dat er dus inderdaad veel meer aan de hand is dan alleen maar een spiritueel beeld van buitenaardse beschavingen. En ik spreek daar dus openlijk over en ik ben misschien dan in Nederland een van de paar die dat openlijk zo in wat grotere context doet. Maar ik doe dat niet voor mezelf. Ik doe dat absoluut niet voor mezelf. Want voor mijzelf is namelijk compleet duidelijk waar ik het over heb. Het is wel zo dat doordat ik er veel over spreek, dat ik dat beter kan gaan begrijpen doordat ik het zelf uitspreek. Dus als mens ga ik beter begrijpen, door het steeds te vertellen, ga ik ook dwarsverbanden zien in mijn eigen verhaal die ik in eerste instantie niet zie. Dus dat is wel mijn proces. Maar ik spreek hier van kindje af aan, klein jongetje af aan, spreek ik hierover. En ik doe dat, en ik weet het al van kind af aan dat ik erover spreek, dat de mens een wezenlijke kracht in zich draagt, die veruit alles wat wij als liefde kennen overstijgt. Zo ontzettend krachtig is, dat je niet anders kunt, dat als je dat echt werkelijk weet, van kindje af aan, dan moet je erover spreken. Dat kan niet anders. Ik kan niet anders spreken over de kracht die in de mens ligt en wat werkelijke liefde is, onbegrensde liefde. Daar kun je niet achter de gordijnen stoppen en dat niet bespreken, dat lukt niet. Dus ik heb dat verzameld in mijn leven. Ik heb in mijn leven heel veel andere mensen gesproken die ook die contacten hebben, maar ook heel veel andere mensen gesproken die die contacten niet hebben, zeggen ze, denken ze, omdat ze het niet kunnen herinneren, maar innerlijk weten ze dat dat zo is. Het maakt dus niet uit of je het allemaal fysiek meemaakt. Het gaat om die innerlijke kennis in jezelf. Of die tot ontplooiing komt, of die in beweging komt. Nou, dat is, ik praat eigenlijk alleen maar om de verbinding vanuit mezelf te delen in de verbinding met andere mensen. Zodat er veel meer mensen, in ieder geval in Nederland, ook voeten een bodem onder de voeten krijgen van het drijfzand naar een grond waarop je kunt staan. Want ik ben niet gek, het is gewoon zo. En ik heb gemerkt de afgelopen 3 jaar zoveel mensen die blij zijn dat er nu eens gesproken wordt over, niet alleen over buitenaardse ontmoetingen en ontvoeringen en over UFO's waar ze dan ook worden gezien, maar dat het ook echt gaat over de rol welke de mens daarin vervult. Dat is mooi. En dat heb ik dus de afgelopen 4 maanden heel diep lopen bestuderen. Ik heb mijn werkkamer bijna voor de helft opgeruimd. Ja, de opname, als Ellen ons terugziet, dan zal ze zeggen, ja, inderdaad, het is steeds bijna de helft gebleven. Klopt, El, de rest komt eraan. Maar ik ben zoveel materiaal tegengekomen. Ik heb zoveel mails en brieven en cadeautjes en aardigheden gekregen van mensen. En dat heb ik niet naar mijzelf toegetrokken, maar ik heb dat gevoeld van dit is een uiting van openheid. Van ja, ik mag er zijn. Dit is zo belangrijk dat er iemand openlijk over spreekt, daardoor ga ik ook open. Het is een soort rehabilitatieproces. En ik ben al die brieven aan het lezen gegaan en ik zat op een gegeven moment op mijn knieën in mijn... ik heb vloerbedekking in mijn werkkamertje, dat vind ik gewoon heel erg warm en gezellig. En ik zit op mijn knieën en ik lees zo die brieven en op een gegeven moment, ja, dan is er geen houding meer aan, want dan voel ik wat de mensen aan me schrijven, wat de mensen vertellen. En dat is zo diepgaand en het is zo ongelooflijk iets niet uit deze werkelijkheid. En dan voel ik van, ja, dat is gewoon mooi. Het is goed dat we er met elkaar over spreken. Wat echte liefde is, werkelijk. Ja, het gaat dus ook om het zien van dwarsverbanden. En die dwarsverbanden, die komen op gang als je daar überhaupt over durft te spreken. De doelstelling van deze avond gaat dus ook om het zien van dwarsverbanden tussen wetgeving, kosmische wetgeving, kwantumfysica wordt dat genoemd en daar wordt ook over gezegd, ja, maar dat is een pseudowetenschap. Kan zijn, maar het is er dus gewoon wel, want het wordt waargenomen, het wordt gemeten, ik ga het straks ook over hebben. Dus het gaat om dwarsverbanden zien tussen kwantumfysica en jouw bestaan. Wie ben jij? Waar ben je mee bezig? Wat houdt je bezig? Welke leegte zit er in je, wat je opvult met uitspattend gedrag op een of andere manier. Dat kent ieder mens diep in zichzelf, dat je iets wat leeg is, probeert op te vullen met iets anders. Hoe ziet jouw werkelijkheid er eigenlijk uit? Nou, die dwarsverbanden, hè? Ik was begin van dit jaar was ik met een werkruimte bezig in Kerkenveld. Daar hebben we een woning waar een buitenverblijf bij is en we gingen bezig met het huisje op te knappen. Dus ik haalde het plafond eruit. En ik verwelkom eerst bijna 100 overleden muisjes.
Dus die waren allemaal gemummificeerd. Dus Raymond heeft ze allemaal netjes in een bakje gedaan. En dan vervolgens bestudeerd natuurlijk. Heel leuk. Maar dat plafond was hartstikke vies. En dat zat ook allemaal van dat isolatiemateriaal, dat rockwool. En dat was natuurlijk allemaal doordrenkt van de muizen. Dus waren allemaal nestjes in, het stonk heel erg. Dus we hebben dat eruit gehaald. Of ik heb het eruit gehaald met een hark, eruit getrokken en nieuw erin gedaan. Eerst helemaal schoongemaakt, nieuw wol erin. En toen zat dat wol erin en toen moest ik op een gegeven moment een stuk erbij plaatsen. En daarvoor moest ik eigenlijk een deel van dat wol eigenlijk afsnijden. Dus over dwarsverbanden gesproken. Het zijn de kleine en de grote dingen die met elkaar verbinding hebben. Ik sta daar met een schaar op de trap en probeer met die schaar, en voor degene die wel eens rockwool heeft proberen te knippen, begrijp direct waar ik het nu over heb. Ik sta daar met die schaar te knippen en vervolgens, het knipt eigenlijk niet, het was een hele goede schaar, maar het knipte niet door die stof heen. Maar ik was eigenwijs en ik kon niet iets anders bedenken dan gewoon te volharden in die handeling die ik deed. Dus ik blijf doorknippen en al die glasplintertjes vallen eruit in mijn gezicht en nou, op een gegeven moment, 's avonds was ik... Ik zag er s'avonds heel apart uit. En ja, op een gegeven moment, ik ben dus gewoon doorgegaan. En op een gegeven moment kom ik dus in een programma van om dat zo te blijven doen. Hè? Dus halve meter verder, trapje opzij schuiven, weer naar boven, weer verder, weer knippen, 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 het wil niet. En op een gegeven moment wil het dus totaal niet. Ik crash eigenlijk. Ik denk, potverdorie, hier nog eens naartoe, wat een vervelende klus is dit, zeg, dat wil ik helemaal niet doen. En op het moment dat ik echt geïrriteerd ben, zo van nu moet het stoppen, kijk ik dus naar beneden, zo met een scheef oog, en ik zie daar dus zo'n groot mes liggen. Die ik al een paar keer gebruikt had voor andere werkzaamheden. En ik denk, potverdorie, dat mes, het zal toch niet dat ik met... Dus ik die trap af, ik pak dat mes, ik loop zo met dat scherp mes er langs en ik loop er zo langs, zoep, randje eraf, klaar. Dus ik had in 10 seconden tijd, had ik iets gedaan wat ik daarvoor bijna een kwartier lang aan het doen was, waarvan ik eigenlijk niet wilde op die manier doen, maar het bleef doen omdat ik in het programma zat. Nou, de dwarsverbanden. Waar het om gaat is dat wij dus eerst de dwarsverbanden zien. Vaak is er iets buiten ons, ik ga het nog anders zeggen, er is voortdurend iets buiten ons aanwezig, wat ons wijst op de mogelijkheden om het anders te doen. En dat wat er buiten onszelf is, dat heeft te maken met wat er binnenin ons is. Dus we hebben, als we niet in onszelf kunnen kijken, omdat we afgeleid zijn in de wereld buiten ons, hebben we ook nodig om af en toe te kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk. Dat is ook waarnemen. Met je ogen, maar ook met je gevoel. Binnen is buiten, buiten is binnen. Maar de vraag is natuurlijk of dat ook echt zo is zoals ik het nu zeg. Maar dat programma doorbreken, dus anders daarnaar gaan kijken, dat is de oplossing. En dat is een hele diepgaande. Ik zet hem nu juist heel simpel neer, maar hij is gigantisch diepgaand. Dwarsverbanden gaan herkennen, het zien en het aanpassen van je handelingen. Dus ik kijk naar buiten, ik zie iets. Wat ik in dit hele gedoe met het plafond nog, ik heb een paar keer al naar beneden gekeken, heb ik niet gezien. Ik was veel te veel bezig met die ene geprogrammeerde werkelijkheid. Ik zag dat mes niet. Ineens zie ik dat mes. Dus ik denk, mijn wijze van denken verandert. Ik zie dat. De wijze van voelen, hey, opluchting, het kan ook makkelijker. Vervolgens de betekenis van de emoties, zelfs daar kennen wij bij emoties, want wij zijn in een emotionele lading voortdurend aan het leven. Wij herkennen dat niet als zodanig, want we zijn denkende wezens geworden, maar we leven in een emotioneel proces, minimaal weliswaar, en dan krijgen we uitspattingen. Maar bij die emotie, dus in dat moment van, ha, wat heerlijk, mijn gemoedstoestand verandert, omdat ik ontdek dat het veel makkelijker kan. En dan de momenten van de zelfbeschikking. Dat betekent dat ik in dat moment de keuze heb om het anders te doen. En daarna leiding nemen in dat moment. Dus het ook toepassen. Heel simpel eventjes gezegd. Zijn we bereid om dat te doen in ons dagelijks leven? En dan kijk ik nu niet meer naar dat stukje wol in het plafond. Maar dan kijk ik gewoon helemaal breed uit wat we aan het doen zijn in ons leven. Waar zijn we mee bezig? Waar gaat het om? Hebben we wel werkelijk zelf leiding genomen vanuit onze eigen kracht binnenin? Of zijn we eigenlijk gewoon in een soort programma aan het leven waarin we allemaal dingen doen waar het niet om hoeft te gaan? Nou, ik denk niet dat we dat hoeven te beantwoorden, toch? Ik denk dat dat duidelijk is. Ik heb gemerkt dat als je over deze thema's spreekt, over geprogrammeerd denken en geprogrammeerd voelen zelfs, want ook voelen is programmeerbaar, dat hangt er maar net vanaf waar het gevoel vandaan komt, of dat een neurologisch gevoel is, geprogrammeerd op basis van herinneringen, van eerdere ervaringen, of dat het werkelijk, wezenlijk van binnenuit komt, vrij van het lichaam. Ik heb gemerkt dat praten en een mening hebben best wel lastig is op deze aarde.
Kennen jullie dat? Dat dat best wel een uitdaging is om daar gewoon openlijk over uit te wijden. Door een mening te hebben over een onderwerp, maakt helemaal niks uit, maar ik heb er een paar neergezet. Wat het vakgebied is van een ander, dan roept dat vaak weerstand op. Als er nu iemand naast mij zou hebben gestaan, die dagelijks dat wol in die lucht zou hebben gezet in het plafond, dan zou ik, doordat ik het werk doe van die persoon, zou ik zeer waarschijnlijk al in het begin gecorrigeerd zijn geweest, beleerd zijn geweest, hoe het moet zonder mijn eigen ervaring om te ontdekken dat het dus anders kan. Op zich is daar dus niks mis mee, want je krijgt dus een prikkel om het anders te doen. Maar die thema's die hebben ook betrekking op andere zaken. Als ik spreek met mensen die met de kernfysica bezig zijn bijvoorbeeld, of mensen die met medische zaken bezig zijn. En ik spreek met heel veel mensen die met onder andere deze thema's verbonden zijn. Mensen uit de politiek, als ik daar mee spreek, economie, media, onderwijs, etcetera. Als ik ga spreken over het vakgebied van de ander, of in dat gebied, en ik heb geen papieren op in een broekzak zitten waar je niet kan laten zien, maar ik heb in ieder geval dezelfde opleiding gedaan als jij, dan ontstaat er een enorm weerstandsveld. En dat is eigenlijk heel jammer. Ik ga niet zeggen dat het aan de andere persoon ligt. Dat kan ook wel degelijk liggen aan mij in dat geval, omdat ik te zelfverzekerd ben en dat zelfverzekerdheid kan worden gezien als arrogant. Goed over nadenken. Zelfverzekerdheid. Als je zelfverzekerd bent, wordt dat vaak geïnterpreteerd als arrogant. Het gebeurt heel vaak. Ik heb het nu niet speciaal over deze groepen mensen, maar in het algemeen. Dus spreken over die onderwerpen, ja, dat is één. Maar dan ook in gesprek komen met mensen uit die wereld, uit die thema's, uit die branche, dat is twee. Er ontstaat een weerstandsveld. Ik heb gemerkt dat het heel lastig is. En ondanks dat ga ik gewoon door, want waar ik over spreek is meer in de vragende vorm. Van zou het kunnen zijn dat, en dan kun je samen kijken wat er allemaal mogelijk is. Het bijzondere is dat ik met alles wat ik zeg en wat ik uitdraag, gewoon als mens, datzelfde tegenkom in ook andere themagroepen. Ik word net zo weerbarstig en weer met veel weerstand ontvangen bij mensen die zich bezighouden met paranormale zaken. Daar ben ik vaak niet welkom. Als het gaat over religies of spirituele groepen, ben ik niet welkom. Als het gaat over UFO-groepen, dan moet ik echt zelf naartoe gaan en dan word ik met een scheef oog aangekeken, omdat ik dus dingen zeg over UFO's die niet vallen binnen het huidige programma. Zelfs als het over gnostiek gaat, liefde en angst, healing methodes, overal waar ik binnenkom of waar ik mee bezig ben als ik iets uitspreek over die onderwerpen, komen er weerstandsvelden in beweging. Nou, dat wilde ik toch wel even zeggen, om aan te geven hoe vrijsprekers zijn, wat voor gevolgen dat heeft. Ik ben de afgelopen paar maanden behoorlijk veel in gesprek geweest met heel veel mensen die heel erg hangen in het dualiteitsmodel van positief of negatief. Het is een lichtveld, het Christusbewustzijn of hoe je het ook wil noemen, of het is het Luciferiaanse model. Dat zijn eigenlijk geen keuzes, dat is eigenlijk best wel saai dat er maar twee modellen zijn, maar de meeste mensen, miljarden mensen, geloven daarin. Er zijn maar weinige mensen, gelet op het aantallen, het percentage gewijs, die ook de keuze durven maken om daar op een gegeven moment uit te willen stappen. Van oké, het gaat helemaal niet om het Luciferiaanse model en om het religieuze of spirituele model van het Christusbewustzijn of wat dan ook. Het gaat om hoe je ernaar kijkt. Het gaat om hoe je ermee omgaat. En dan kom je dus in de kwantumfysische wetgeving terecht, dat waarneming iets doet met datgene waar jij in gelooft. En dat waarneming heel erg bevestigend kan werken, maar ook heel erg bekrachtigend kan werken. En dan hangt het er maar net van af hoe je naar dat onderwerp kijkt. En daar zijn natuurlijk heel veel testen in en over gedaan. Waarin blijkt dat de manier hoe een mens kijkt naar een experiment, dat van invloed is op de uitkomst van het experiment. Dat zijn kwantumfysica, kwantummechanica, daar zijn heel veel boeken ook over geschreven, die zou je kunnen gaan lezen. Maar het is buitengewoon belangrijk om gewoon eventjes kort door de bocht te beseffen dat de manier hoe je ergens naar kijkt, jij, in jouw werkelijkheid, dat dat effect heeft op datgene waar je naar kijkt. Kwantumfysica, de waarnemer, of waarnemster, ik hou het even bij waarnemer, de waarnemer heeft invloed op het waargenomene object of gebeurtenis. Maar andersom is het ook zo dat het waargenomen object of de gebeurtenis weer effect heeft op de waarnemer. Daar zit een verband, een verbinding tussen.
En dat is waar het om gaat. Nu gaan we over de artificiële technologie straks spreken. Waarom dat zo belangrijk is dat we met onze aandacht kijken naar onze eigen manier van waarnemen. Want het is mogelijk voor alle mensen die denken dat Lucifer bestaat. En het is mogelijk voor alle mensen die denken dat Jezus bestaat. En ook dat UFO's alleen maar buitenaardse wezens zijn. Het is mogelijk om daar compleet vrij van te komen. Het is mogelijk om helemaal in de kernkracht terug te keren van wie jij bent als mens. Dat voelt soms een beetje kaal. Maar op het moment dat die kaalheid echt indaalt, dat er dus heel veel is, maar de betekenis die je eraan hebt gegeven, dat die dus mag herzien worden, komt er diepgaande kennis, denken en voelen in jezelf op gang, die niet gekoppeld zit aan het oude programma. En dan ga je hele andere dingen voelen, denken, bekijken, maar je hele leven wordt anders. Je hele leven wordt totaal anders als je je loskoppelt van de betekenis die wordt gegeven aan datgene waar een mens in zou moeten geloven. En of dat nou positief is of negatief, dat maakt allemaal helemaal niks uit. En degene die een voorkeur heeft voor positieve dingen, om daar niet aan te komen, maar alleen over de negatieve dingen, dan zou ik alleen maar vragen, hoe komt dat? Hoe komt dat? Hoe komt dat? Hoe komt het dat je alleen de negatieve dingen wilt veranderen? Nou, ik heb de afgelopen maanden daar heel veel met mensen over gesproken. En er zijn ook wel soort artikelen over me geschreven. En dat is ook allemaal prima natuurlijk. Ik heb de mensen die artikelen over mij schrijven ook gewoon uitgenodigd om daar eens een goed interview over te hebben. Samen een samenspraak te hebben over die onderwerpen. Ik merk gewoon dat mijn zelfverzekerdheid over datgene waar ik het over heb, dat het bedreigend is voor een ander. En daarmee, omdat ik zelfverzekerd ben, op basis van wat ik weet, en wat ik weet dat is gewoon wat ik in mijzelf draag, dat komt niet van buiten, maar dat zit in mezelf, niet in het lichaam, maar in wie ik ben, dat het gezien wordt als een bedreiging, en dat het dan makkelijker is om te zeggen, ja, maar jij hoort eigenlijk ook bij het Luciferiaanse model. Weg, die kant uit. Ja? Het is het makkelijkst om je over te geven aan alles buiten jezelf. Maar waar blijf je zelf? Hebben wij recht op werkelijke vreugde? Hebben wij recht om zelf echt een harmonieus leven te leiden? Om helemaal te stoppen met datgene waar je eigenlijk gewoon echt niet gelukkig van wordt? Heb je het recht? Ja, dat recht heb je. Hebben we ook het recht om niet te bedenken waar we dan terecht in willen komen? Ja, dat recht heb je ook. En dan kom je direct terecht in het denken. Want je denken gaat vertellen, ja, maar als ik stop met iets, moet ik iets anders daarvoor al klaar hebben liggen. Maar zo zijn we geprogrammeerd. Wezens, mensen die het vermogen in zich dragen om met diep kijken in zichzelf en vanuit diep kijken in jezelf te observeren buiten jezelf en beseffen dat ze daarmee een verandering teweeg brengen in die werkelijkheid buiten zichzelf, die mensen hoeven helemaal geen keuzes te maken buiten zichzelf. Die mensen hoeven alleen maar te vertrouwen op de passie binnenin zichzelf en daarvoor te gaan. En dan verandert er iets in de werkelijkheid buiten jezelf en worden de steentjes omgedraaid. Dat zijn eigenlijk de pixels van deze werkelijkheid. En die gaan eigenlijk heel even eenvoudig gezegd hoor. Die gaan luisteren naar wat jij aan het doen bent. Vanuit je passie. En dan gebeurt het onmogelijke voor de mens. Maar dan gaat jouw leven dus werkelijk stroming krijgen. In die stroming waar jij het echt voor hebt gekozen. Dan praat je over echte liefde. Nou ja, goed, voordat we daar echt over spreken, wil ik een paar andere onderwerpen nog wel eventjes aanraken. En voor de mensen die wel eens een lezing hebben gevolgd, ik doe deze even heel kort. Voor de mensen die dat nog niet eerder hebben gezien, is het toch wel even belangrijk. Het is een illustratie waar we op dit moment staan. Dit is een gewoon uitbeelding. We hebben nu allemaal een smartphone tegenwoordig. We weten allemaal dat die straling gewoon niet goed is. Er zijn genoeg wetenschappelijke rapporten. Maar goed, als de officiële instanties zeggen dat het niet waar is, dan gelooft de massa dat dat dan ook inderdaad niet zo is. Wetenschappelijk onderbouwd dat hersenen van muizen gewoon kankergezellen krijgen door straling. Zo simpel is het. En daar willen we het niet over hebben, maar dat is wel wat aan de hand is. En we zitten allemaal aan de smartphone. En misschien jullie ook. Maar ga maar eens kijken van hoe je nu werkelijk datgene wat je binnen in jezelf echt ook weet, hoe je het ook omzet in actie. Onze kinderen thuis hebben nu allemaal smartphones, net als wij. Maar straks gaat die smartphone projecties geven. Dus datgene wat er in die smartphone is, de filmpjes worden gewoon geprojecteerd. Holografisch in de lucht. Niet meer met een beamer zoals die hier staat, daar op het scherm. Maar vanuit de smartphone wordt er een hologram geactiveerd, driedimensionaal, waar je dus ook nog eens een keer omheen kunt lopen.
Die technologieën die zijn er al, maar er moet geld verdiend worden aan die miljarden telefoons die nog geproduceerd moeten worden. Dus dat komt allemaal stapje voor stapje. Volgende fase kan zijn dat je dus zou kunnen concluderen, ik kan in dat hologram stappen. Het is eigenlijk samengebald licht. Ik kan in het hologram stappen, ik stap in een virtuele werkelijkheid. Nu kijken wij nog op een scherm, we zien een virtuele werkelijkheid op het scherm. Maar uiteindelijk is er helemaal niet iets ondenkbaars aan dat wij straks in die virtuele werkelijkheid leven. Sterker nog, het is er al, we noemen het virtual reality, virtuele werkelijkheden. Dat betekent dat de software, een programma, wordt ingevoegd, in eerste instantie met een bril in het hoofd, met naalden in het centraal zenuwgestel, in de schedel, wat al eigenlijk in de jaren 50 werd toegepast. Dat gebeurt nu ook. En ook met straling, met microgolven. Dus informatie wordt eigenlijk ingevoegd in het hoofd. Het is allemaal denkbaar, het is niet ondenkbaar. Daar hoef je niet een hele grote rekenkundige voor te zijn om te veronderstellen dat dat kan. Wij leven nu in een tijd waarin dat allemaal zich aan het ontwikkelen is. En ik durf eens te zeggen dat het er allemaal is, maar dat het gewoon gedoseerd wordt geïntroduceerd. Wat heeft dat nou met liefde en waarneming te maken? Kijk, ik ben niet iemand die de hele avond alleen maar over liefde gaat spreken. Dat doe ik wel eens, maar dan zit ik aan een kampvuur. Ja? Maar ik spreek over alle facetten die daarbij horen. Als wij nu kijken wat virtual reality met de mens gaat doen, zou je gewoon kunnen zeggen dat wij eigenlijk worden doorgekopieerd, gevoegd worden in een andere werkelijkheid. Waarin ons bewustzijn, ons fysieke bewustzijn, de ontvanger is. Het is best wel zorgwekkend als je beseft dat daar ook een agenda achter zit. Uiteindelijk stap je dan in zo'n werkelijkheid en dan komt het moment dat je de vraag gaat stellen van buitenaf, als ik dan in zo'n werkelijkheid stap, als ik mij verbind aan zo'n werkelijkheid. En dat is niet meer een simpel spelletje, maar een heel zeer gedetailleerd virtual reality, een echte werkelijkheid. Op het moment dat ik me daaraan verbind, ben ik dan nog in staat om te onthouden, terug te halen in mezelf wie ik ben, voordat ik dat spel inging. De vraag is, de rol die ik daar ga vertegenwoordigen, is die persoonlijkheid, die rol die ik daar vertegenwoordig, is die krachtiger dan de herinneringen in mijn bewustzijn van wie ik van origine ben? Een hele belangrijke vraag. Hier spreek ik al jaren over. Van kind af aan heb ik verteld dat de werkelijkheid waarin wij leven al een product is van deze ontwikkelingen. Dus in zover zou je kunnen zeggen dat we niet iets aan het voorkomen zijn door deze technologie die er nu op ons afkomt af te wenden, want het is eigenlijk al gebeurd. De vraag is meer, als het al gebeurd is, waarom zouden we dan weer opnieuw in een andere werkelijkheid terechtkomen? Waarom zou er dan weer opnieuw iets in de mens worden gebracht waardoor zij in een andere werkelijkheid terechtkomt? Wat is daar de agenda van? Nou, misschien is dan de vraag die ik zojuist stelde, ben je in staat om te herinneren wie je van oorsprong echt bent? En dit is allemaal even hypothetisch, hè? Geloof niets van wat ik hier vertel. Maar de hoofdvraag is, ben je in staat om te herinneren wie je bent? Ben je dat werkelijk? En die vraag is de meest fundamentele vraag. Ook in de wetenschappelijke wereld wordt er gevraagd, hardop, wie is de mens? Wat is het bestaansrecht van de mens? Als we tot zulke enorme mooie dingen in staat zijn, kijk eens hoe mooi deze wereld is. Wat er allemaal aan mooie dingen gebeurt. Het is immens. Het is één grote oase van creatie. Als de mens in staat is om zo met elkaar ook in de natuur samen te leven, wat kan de mens dan nog meer? Misschien de vraag van, wat mogen wij niet weten waartoe we in staat zijn? En dan kom je heel dicht op de creatiekracht. Dan kom je heel dicht op de kracht van wat werkelijk liefde is. En dan noem je dat niet eens meer liefde, omdat liefde per definitie, kosmisch gezien, een dualistische uitdrukking is van schepping. Want als er geen angst meer is, helemaal niets, dan vervalt ook de betekenis van liefde. En dan komen wij in een hele grote vraag weer, maar als er dan geen liefde meer is en geen angst meer is, wat komt er dan nog? Is het dan saai? Die vraag krijg ik wel eens met. Zou het dan heel saai zijn? Dan zeg ik, nou volgens mij is het nu heel saai. Ja, dat is ook wel zo. Wat er komt, dat ga je ontdekken. Maar ik geef daar een heel klein tipje van de sluier. Wat er komt, is dat de werkelijkheid buiten, wat we zo danig ervaren als buiten onszelf, dansen gaat en zich gedragen gaat naar wat wij van binnen voelen op basis van vrije emotionele schokgolven van schepping waar geen angst en liefde is.
En dan is het dus nodig om afscheid te nemen van alles wat er op dit moment op de aarde plaatsvindt. Dus het is nodig dat de wereldreligies worden afgeschaft. New Age, daar hamer ik al meer dan 20 jaar op in allerlei groepen. Ik ben verketterd en uitgerookt. Ja? Stoppen met New Age. In welke vorm dan ook. En dan is het niet New Age waar iedereen het over heeft. Per definitie is voor mij New Age iets buiten jezelf aanhangen. Iets volgen buiten jezelf. En dat is dus ook oeroude kennis uit boeken, komt ook van buitenaf. Want als je ervan uit durft te gaan dat deze werkelijkheid, en nogmaals, er zijn genoeg wetenschappers die daar bevestiging over geven, dat het een kwantum holografisch bewustzijn is wat wij ervaren in ons brein, maar niet dit brein, maar in een andere werkelijkheid. Als wij daarvan af durven stappen, uit die hele werkelijkheid, ja, dan gaat er iets heel moois gebeuren. Ik wilde iets zeggen, maar dat ga ik eigenlijk nu niet zeggen. Dat doe ik straks eventjes. Dat hebben we ook gezien. Ik moet eventjes doorschakelen, want ik heb mijn speciale muisje niet mee. Hier, deze vraag. Wil jij de wereld zien veranderen, buiten jezelf? Veel mensen zeggen dat. Mijn leven moet veranderen. Wanneer wordt het nu eens anders? Nou, nooit. Want buiten je wordt het nooit anders totdat je zelf verandert. Dat je echt een andere keuze maakt. De vraag, ben je bereid om kleine veranderingen toe te passen in je leven met een gigantische impact? Ben je daartoe bereid? De vraag, ben je bereidwillig positieve veranderingen aan te brengen in jouw leven? En dan bedoel ik positieve veranderingen in relatie tot afhankelijkheidssystemen. En die gaan veel dieper dan dat jij denkt in eerste instantie. Ze zitten overal diep en diep in verwrongen. De vraag waarom buitenaardse beschavingen die de aarde bezoeken zich niet openlijk laten zien, maar wel bij miljoenen mensen, ook fysiek, dat wel doen, maar niet collectief, dat heeft te maken met dat wij niet onze eigen werkelijkheid leven. Wij leven op dit moment een getraumatiseerd bewustzijn, fysiek. Collectief hebben we een getraumatiseerde werkelijkheid geaccepteerd. Hebben dat geaccepteerd met elkaar. Hoe gek het ook klinkt. Nee, ik niet hoor. Nou, maar collectief is dat dus wel zo. En in die werkelijkheid is geen plek voor wezens vanuit de creatie die niet tussen liefde en angst leven. Dus wij hebben echt nog een fundamentele uitbreiding van ons bewustzijn te gaan. En daarvoor moeten we echt gewoon het breekijzer pakken en het gewoon openzetten. Zelfs deze veranderingen toepassen als dit onzekerheden met zich mee kan brengen. Als je geen angst meer hebt in je leven, dan ga je geen glazenwasser meer huren. Wat gebeurt er met deze man? Hoe komt het dat hij daar de ramen wast, zo hoog, en hij staat op zijn blote voeten op een richeltje, en hij weet dat hij niet valt, hij heeft geen angst, hij is zelfverzekerd. Die mensen beneden die kijken naar boven, die zeggen die is arrogant. Hij is zelfverzekerd in zijn bewustzijn binnenin zich. En hij verkeert eigenlijk in een hele diepe, hypnotische, bekrachtigende gemoedstoestand. Zoals je mensen onder hypnose kunt brengen, dat ze dingen doen die ze nooit zouden doen in hun leven. Kom nou, ga ik die doen. Dansen als een kip of andere gekke dingen. Je bent dus in staat om je te verheffen boven al het onmogelijke. Er is hier geen angst. Er is geen angst. De mens is in staat om het onmogelijke te doen. Dat wordt mogelijk op het moment dat angst weg is. Waarom noem je dat hypnotisch? Ik noem dat hypnotisch omdat het een andere bewustzijnsstaat is, waarbij de hersengolven veranderen. Als je angst opruimt en je gelooft niet meer in het duale model waar de mensheid eigenlijk in vast heeft gezeten, als je eruit stapt, verander je hersengolven. Dan ben je tot buitengewone dingen in staat die voor andere mensen magisch zijn. En dan moet je wel mee opletten dat je ze niet al te vaak laat zien. Want op deze aarde bestaan de brandstapels nog steeds. Menselijke emoties beïnvloeden DNA. Hou hem eventjes vast hoor, want we komen er zo op. Menselijke emoties beïnvloeden DNA. Hier zitten twee mensen lekker koffie te drinken op een draagbalk van een in aanbouw zijnde flat. Het is maar een plaatje. Maar verbeeld je nu eens wat er nodig is voor jou om dat ook te kunnen doen. Dat is een hele belangrijke vraag.
De kracht van creatie, de manier hoe je waarneemt waar je instapt, is alles bepalend wat de gevolgen daarvan zullen zijn. En als jij in jezelf nog getraumatiseerd denken en voelen in jezelf draagt, sterker nog, als jij zelfs denkt dat het je alleen gaat lukken als je gaat bidden, doe je het niet vanuit jezelf. Er is een fundamentele verandering nodig in de mens zelf. Ik weet niet of jullie die filmpjes wel eens hebben gezien van die jonge jongens die helemaal, ik geloof dat in Kuala Lumpur is, ik weet het niet zeker meer. Maar dan gaan ze helemaal, zo'n hele hoge toren gaan ze op. En dan gaan ze dat op, ik geloof 650 of 850 meter hoogte, gaan ze, hebben ze cameraatjes mee. Dan zitten ze helemaal boven op dat gebouw, kijken ze zo naar beneden. En dan staat hij op een gegeven moment, ik geloof dat hij op één been staat. En die andere jongen die gaat eraan hangen, zo met één hand. Geen angst, hè? Dus echt no fear. Die mensen hebben dat stickertje wel verdiend op het achterraam van de auto. Maar de vraag voor ons, want dat zien we buiten onszelf, wat is daar nu aan de hand? Wat heb jij nodig om dat te bereiken? Welke overtuigingen liggen daar nog tussen? Nog eventjes twee andere plaatjes. Hier iemand die onder zo'n gebouw dan hangt, op een gigantische hoogte. Die laat zich gewoon zakken en voelt zich gewoon volledig ontspannen. Er is dus kennelijk een bepaald programma actief in het menselijk bewustzijn dat we ons zorgen moeten maken op bepaalde momenten. Kun je het volgen? Zo zijn wij geprogrammeerd. Wij zijn geprogrammeerd om op bepaalde momenten iets te denken wat helemaal niet nodig is. Ja? Ik zie je vinger. Er is een wetenschapper die dit nu bewezen heeft, wat je nu zegt. Dat ja. 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 Nou, het is eigenlijk zo ontzettend normaal ook dat we het er nu over gaan hebben. Ook met elkaar in relatie tot die kracht in onszelf. En het wordt wetenschappelijk ook aangetoond. Wij zijn dus tot buitengewone zaken, dingen zijn wij toe in staat. De vraag is alleen van, wat gebeurt er eigenlijk als wij dit allemaal ontwikkelen? Want daar wil ik natuurlijk naartoe. En ik denk dat we daar allemaal naartoe willen. Niet dat we nu zo nodig aan dat gebouw hoeven te hangen. Daar gaat het niet om. Hè? Maar die angsten zitten natuurlijk verwerkt in een heleboel verschillende processen. Bijvoorbeeld praten voor een groep. Ja, dat is ook zoiets. Vrij uitspreken. Gewoon zeggen waar je voor gaat. Dus ook al vindt iemand anders het belachelijk. Wat gebeurt er in ons op het moment dat wij allemaal vrijkomen uit die programma's? Wat voor effect heeft dat? Dat plaatje hiervoor, dat staat er hierboven ook. Menselijke emoties beïnvloeden DNA. Dat is aangetoond en dat is ook een gegeven. DNA is eigenlijk de software van ons lichaam. En op het moment dat ons emotionele bewustzijn vrijkomt uit beperking, van beperking, beperkende gedachten, programma's, overtuigingen, dus ook hoe we kijken naar buitenaardse ontmoetingen, buitenaardse beschavingen, hoe we kijken tegen racisme, hoe we kijken naar regeringen en externe autoriteit, hoe we kijken naar religie. Als we dat allemaal durven los te koppelen, verandert ons gemoedsveld, onze emotionele bewustzijnsvelden komen vrij van programma. Vervolgens verandert ons DNA en dan gaat het DNA gaat anders functioneren. Dat is ook wetenschap. En wat er dan gebeurt is dat de mens in staat is om zelf te beslissen wat ze doet. Zonder dat er nog een programma onder ligt van dat regeert. En dan kun je dus gewoon dit doen bijvoorbeeld, of dat vond ik wel een heel leuk plaatje, die kwam ik nog tegen voordat ik hierheen ging, die heb ik het toch even ingeprikt. Je kunt zelfs je tanden poetsen in de badkamer als daar dus een glazen vloer is. Het uitgedaagd worden om te blijven staan, want we worden gefopt eigenlijk door ons eigen brein en door onze eigen programma's en overtuiging. Ik was een maand, 2,5 geleden was ik in Appelscha, daar hebben ze ook een toren gemaakt. En daar hebben ze ook aan de zijkant van de toren, hebben ze van die uitkijkplatforms en die zijn van glas, helemaal van glas, dik glas natuurlijk. En wij gaan zo met een liftje naar boven toe, Raymond, ik en Ellen, en Dribbeltje ook mee. Nou, die hadden het moeilijkste mee, dus het was ook interessant om naar het trauma te kijken van een dier, wat gekoppeld is aan trauma van mens. Dus wij lopen zo die lift uit, en we over dat staal, en op een gegeven moment komen ze buiten die toren, en dan heb je zo'n groot platformje, of zo'n uitloopplatformje van glas. En we lopen zo naartoe en Raymond, oeh. Ik zeg, wat voel je? Ja, papa, misschien gaat het glas wel kapot. Boom, daar is hij. Dus er is iets in de mens aanwezig. Wij noemen dat dat we alert zijn. En dat is natuurlijk ook belangrijk dat we alert zijn en niet
Want uiteindelijk, als je volledig in die kracht komt, is dat dus niet meer van toepassing. Maar wat hij eigenlijk aanwees, hij twijfelt. Hij twijfelt aan datgene wat hij buiten zichzelf ziet. Is het wel goed? Is het wel veilig? Nu voor ons in het groot. Is het wel goed wat we doen? Is het wel veilig om te doen waar we voor gaan? Durf ik mezelf wel uit te spreken? Durf ik wel werkelijk die herziening vanuit mezelf naar buiten uit te dragen? Mag ik er ook zijn? Ja, ik ben er. Ik heb besloten dat ik er ben. Dus we staan op dat glas en we lopen zo en ik loop zo naar het eind. En ik voel dus mijn hele lichaam met mij communiceren willen van... ik zeg... staan. He? En ik sta gewoon. En ik voel heel bewust in mijn lichaam die prikkels van... ja, maar je staat nu wel op een doorzichtig bodem. En als je nu naar beneden kijkt... dus ik ga, boem, naar beneden kijken. Ik confronteer mezelf met die angst van het lichaam. En terwijl ik daar naar kijk... en dat heb ik ook met Raymond ook echt samen geoefend... in dat moment heb ik mijn ogen dicht gedaan... Ik heb ingeademd heel diep, het is niet een oefening, maar het is gewoon een moment. En ik voel heel bewust wat ik dus eigenlijk, ik ervaar heel bewust wat ik voel in mijn lichaam. In mijn lichaam is dus op dat moment aan het dansen, hè? Dus al die neuronen in het fysieke lichaam gaan op en neer. Dus die informatie wat mijn lichaam mij wil vertellen, die ga ik heel bewust voelen. En binnen 5 seconden was het echt. Echt, kwam het ook niet meer terug. Dus ik mezelf testen, hè, want ik ben ook altijd in onderzoek, ik naar die andere kant, daarheen, hop, ja hoor, niks, springen op dat glas. Raymond helemaal, papa! Ja, gewoon doorbreken, want er gebeurt niks. Er gebeurt namelijk helemaal niks. Nou, dan kom je op het thema dieren, waarom zitten dieren dan ook in die spanningsvelden? Dieren tappen gewoon uit onze waarneming. Daar hebben wij zoveel invloed in. Ik weet niet of je al eens naar César Milaan hebt gekeken met de hondenfluisteraar. Heel veel mensen zijn het eens met hem, heel veel mensen zijn het niet eens met hem, ik ken dat. Maar de effecten daarvan werken. Het gaat om hoe je naar je hond kijkt, het gaat om hoe je in jezelf kijkt. En als er iemand anders aan een agressieve lijn loopt, die niet het baasje is van die hond, dan verandert ook het gedrag van die hond. Omdat er een andere energie achter zit. Dus dit is eigenlijk het thema waarneming. In jezelf kijken, wat gebeurt er eigenlijk? En nu ga ik terug naar de liefde en de waarneming. Wat gebeurt er met een mens op deze aarde? En dit is het allerbelangrijkste waar we op dit moment in staan. Omdat er vinden hele grote verschuivingen plaats. Kort geleden is ook een hele grote verschuiving geweest in het bewustzijn van het collectieve veld van de aarde. Waardoor er hele andere mogelijkheden zijn, maar mensen hebben dat niet door. Ze raken vaak wel een beetje verward of er gebeurt iets in hun persoonlijk leven wat ze niet de vinger op kunnen leggen. Maar nu gaat het erom, wat gebeurt er nu op het moment dat je kijkt naar positiviteit wat je overeind houdt op dit moment? Wat gebeurt er? Als je durft te kijken bij wat je voelt, en dan heb ik het over het oude paradigma van wat we hebben geleerd, wat een deel van spiritualiteit eigenlijk inhoudt. Ik zeg dus niet dat het niet klopt, hè? Ik zeg ook niet dat het fout is, ik ga ook niet zeggen dat het goed is. Het is een proces waar je mee zit. We groeien naar een breder bewustzijn, een intergalactisch en een interstellair bewustzijn. Daar komen we als eerste in terecht. We stappen uit het aardse gevangen bewustzijn en we gaan straks naar een interstellair bewustzijn. Dat is de fase waarin we nu echt zitten. Dan komt de vraag van, wat voel jij nu net als dat ik op die toren stond, dat ik neigingen had, mijn lichaam, om misschien daar wel zelfs weer uit te stappen en de veilige zone in te gaan. Wat voelt de mens op deze aarde, geconfirmeerd aan allerlei verschillende modellen, wat liefde genoemd wordt, wat spirituele groei genoemd wordt, waarbij afhankelijkheid is, en dan trek ik hem even door, zelfs als we dat durven leggen in de richting van een historische, wel of niet bestaande Jezus Christus. Wat voelt de mens in haar bewustzijn, binnen in zichzelf, als ze zich verbindt met iets wat haar heel erg veel warmte en liefde heeft gegeven? Als je daarnaar durft te gaan kijken, en je durft net zoals op die toren, hetzelfde te doen met positieve dingen, gewoon omdat het nodig is om je eruit te ontslaan, dan ga je in één keer dwars door alles heen. Dan valt alles wat je belemmert, valt weg. En de krachten die dit hologram hebben mede ontwikkeld, geschreven, laat ik het zo maar zeggen, dus het script waarin wij leven,
wat ook door wiskundigen aangetoond is op basis van allerlei berekeningen, dat het een holografische projectie is uit een ander veld, uit een ander universum. De scriptontwikkelaars van dit hele bewustzijn waar wij nu op dit moment in leven, wij zijn in staat om dat script zodanig te laten bestaan dat we geen wijzigingen aanpassen, maar wij zijn in staat om dat script te laten zien dat je nergens meer in gelooft wat voortkomt uit dat script. En dan gaat alles onderuit. En dan kom je echt in de liefde. Dan kom je namelijk echt letterlijk tot de conclusie hoezeer je jezelf keuzes hebt voorgelegd en beslissingen hebt genomen. Op basis van onderwerpen en onderdelen uit de matrix, uit deze werkelijkheid. En laat ik dat wel vooral hardop zeggen, als ik het woord matrix uitspreek, dan heb ik het niet over de matrix, de film. Ik krijg daar wel eens mails van mensen over, jij refereert aan de film. En dan vraag ik, hoe kom je daarbij? En dan hoor ik nooit meer iets. Matrix, kennen jullie de borden boven de snelwegen? Af en toe kijken we er wel eens naar, hè? Als er een rood kruis staat. Dat zijn matrixborden. Matrix betekent gewoon pixels. Dus je televisie, je LED, je LCD-scherm is ook een matrixbord. Dat zijn allemaal hele kleine lichtpuntjes. En op basis van een softwareprogramma daarachter gaat dat lichtpuntje wit, dat, die rood en die groen. En op een gegeven moment ontstaat daar dus een werkelijkheid. En die beweegt, dat noemen we dan een film. Dus er is een stuk software achter die die lichtpixels, energievelden, in een bepaalde vorm presenteert, waardoor dat een werkelijkheid is. Dat is eigenlijk een matrix. En deze matrix, deze werkelijkheid waarin wij leven, is een heel goed georchestreerde en geanceneerde werkelijkheid, die wij dus al zodanig ervaren. Wij ervaren dat ook gewoon echt als de werkelijkheid, en dat is dus ook gewoon werkelijkheid. Maar binnen die matrix wordt de mens op zo'n fundamentele manier bedot en in de maling genomen, eigenlijk doen we het gewoon zelf, dat we gaan geloven naar het script wat we aan het bekijken zijn. En nou is het mooie dat de emoties van de mens, als ze zich vrij maken uit dogma, dat de emoties van de mens, door vrij te zijn en te kijken naar wat er buiten jezelf gebeurt, als oprecht schoon wezen, dat die emoties van invloed zijn op die matrix die zich presenteert. En ineens gaan er een paar andere lichtpixels gaan eruit, want die luisteren niet meer naar dat script waar het uit voortkomt, maar die gaan luisteren naar jouw waarneming. En dan krijg je dus een hele andere werkelijkheid. Het zijn de kleine dingen, de vragen, ben je bereid om kleine dingen anders te doen? Een klein, iets anders klein doen, betekent je schepperpotentieel van de oorsprong wat in de mens huist, weer aanzetten. En dat betekent heel erg ongehoorzaam zijn en heel erg creatief zijn. En altijd vanuit waarde en respect leven, zelfs als je het niet met elkaar eens bent. Er zijn twee velden waar wij mee te maken hebben hier op de aarde. En dat is het veld van liefde en het veld van de angst. De oorlogen worden gepropageerd onder de vlag van de liefde, maar worden uitgevoerd met het gereedschap van de angst. En dat is belangrijk dat we dat goed beseffen. Dat is echt heel belangrijk dat we daar naar durven kijken. En als we dat allemaal durven los te laten, dan kunnen wij met elkaar deze werkelijkheid transformeren, wat al gaande is, naar een breder bewustzijn. En dat is misschien wel een pittige boodschap voor de mensen op aarde. En ik weet het wel zeker, omdat miljarden mensen geloven in de matrix. Miljarden mensen geloven letterlijk in de krachten die overal staan beschreven. En houdt u verre van occultisme en spiritualiteit. Maar dat zijn ook allemaal programma's. Het klopt in zekere zin dat je niet volgt wat groepen en culten en sectes allemaal propageren. Maar dat betekent absoluut niet dat je daar niet mee bezig mag zijn. Want nogmaals, er is geen angst. Als je anders gaat kijken, dan is de angst weg, dan ga je voorbij de angst en het enige wat er dan overblijft is dat je zelf kunt kiezen wat je in dat moment ermee wil doen. Ik zag een vinger. Hou hem zo kort mogelijk alsjeblieft. Vragen doen we overigens straks aan het eind een beetje, maar ik heb je nu al gevraagd om hem te stellen. Ja. Ja. Dan is het moment dat je misschien als je
wakker bent, een soort intuïtief gevoel kan krijgen, wat ook leidt naar angst. Hoe krijg je die helderheid om dat van elkaar te scheiden? Kun je die vraag eens in heel korte zin stellen? Wat is het verschil tussen intuïtie en angst? Ja. Zou ik eerst de overeenkomst opnoemen? Ja. Als intuïtie wordt geleid door iemand die handelt vanuit een geloofsovertuiging, wat die geloofsovertuiging ook is, dat kan een spiritueel model zijn, dan komt intuïtie eigenlijk hoofdzakelijk voort uit de matrix. Angst ook. Dat is onbegrepen informatie. Als jij intuïtie voelt. Het is niet voor niets dat heel veel channelings ook vaak gaan over angstige dingen. Intuïtie is eigenlijk een kanaal waarvan je zou kunnen zeggen dat dat verstorend werkt. De intuïtieve opleiding zijn daarmee dus niet goed om te doen, maar intuïtie wordt veelal geleid vanuit dierlijke instincten in het lichaam. Dus instincten, intuïtie komt voort uit het fysieke lichaam. Als praktisch voorbeeld, stel je voor dat je een intuïtief gevoel krijgt over iets. En je weet dat je dat moet volgen en je bent dat gaan volgen en je zegt, nou maar het klopt precies, de intuïtie klopt wel. Ga je de volgende keer, als je een keer een intuïtieve ingeving hebt, ga je die intuïtieve ingeving niet volgen. Dan ga je, net als Martijn op die toren, eventjes stil. Dan parkeer je dat, zet je hem weg. Dan ga je met je aandacht naar binnen toe. Dan voel je je hele lichaam. Het enige wat je voelt is dat de intuïtieve gevoelens er zijn. Je maakt even contact met je bewustzijn, met je lijf. En dan zul je merken, en dat zul je gewoon merken, dat het intuïtieve gevoel geneutraliseerd wordt. En dan kun je concluderen dat intuïtie een neurologisch invoeging is. Dus de overeenkomsten zijn dat ze beide uit de matrix komen. En het onderscheid is dat angst eigenlijk in dit geval leidinggevend wordt om te versnellen tot een bepaalde keuze te komen. En dat intuïtie wat dat betreft eigenlijk gewoon het gereedschap is om jou te begeleiden in een bepaalde keuze. Want in feite komt die van buitenaf. Maar dat is een heel... Hier kun je uren verder over spreken, want het is natuurlijk veel te kort door de bocht wat ik nu zeg. En het laat allemaal plekken over waar je nog verder iets over zou kunnen zeggen. Maar intuïtie is een onderdeel van deze matrix, van deze regeerde werkelijkheid. Maar ik bedoel echt specifiek als er bijvoorbeeld iemand is met moordplannen, hè? Die... Ken ik niet. Of andere destructiviteit. Ja. Ja. Er is een moment dat je daar dus als mens of ten prooi aan valt, of op tijd, zeg maar, de keuze maakt, ja. Waar niet de dupe van wordt. Ja. Ja. Waar is dat omslagpunt of hoe ga je daarmee om? Nou, dat is natuurlijk best wel lastig om te zeggen over bezetenheid. Per definitie bestaat bezetenheid eigenlijk niet, want er zijn geen geesten. Dat zijn onderdelen van deze geregeerde matrix. Mensen die zich bewust worden dat dat niet bestaat en die dus die kracht in zichzelf gaan ervaren, die zijn direct verlost van boze geesten en zo. Dat heb ik de afgelopen jaren ook heel veel mensen in geassisteerd om dat bewustzijn te ontwikkelen. Waarbij de mensen ineens gewoon compleet weg, ze waren vrij van boze geesten of achtervolgingen. Want die waren er gewoon niet. Hun bewustzijn ontpopte zich. En de kwantumfysica is erop gericht dat als we daarin geloven, en het is een softwareprogramma eigenlijk in onze werkelijkheid, als we daarin geloven, dan bevestigen we met ons eigen scheppingsvermogen die werkelijkheid. Maar ik zou hem eigenlijk even terug willen brengen puur naar onszelf toe, want daar gaat het om. Wij zijn de waarnemers in onze eigen werkelijkheid. Jij, ik ben een waarnemer in mijn werkelijkheid. We zijn eigenlijk allemaal observanten in onze eigen werkelijkheid. En de keuze aan ons is om anders te gaan kijken naar iemand of iets. En ik heb met mensen ook gesproken die deze techniek van binnenuit, harttechniek, al jarenlang zelf vanuit zichzelf toepassen in de psychiatrie. En die vertellen ook van Martijn, het is zo wonderlijk, want wat jij en vele andere mensen vertellen, dat blijkt ook gewoon te kloppen. Want er zijn bij ons in onze afdeling, zijn er dus mensen die met allerlei neigingen rondlopen. Maar als wij met die mensen werken, dan bedoelt ze zichzelf en twee dames die daar ook op die afdeling werken, dan is binnen no time is de psychose voorbij en ook alles wat er omheen hangt, omdat we anders naar die mensen gaan kijken. Dus het hele gedrag van die mensen verandert. En dan zou je dus de vraag kunnen stellen, verandert er nou iets bij die mensen? Of verandert er nou iets bij jou als toeschouwer in deze werkelijkheid? Nou, tot zover even dit stukje dan. Het heeft natuurlijk veel meer uitleg nodig. Hè?
En dit heeft alles te maken met oorspronkelijke liefde. Nou, ik denk dat het goed is dat we even een kopje koffie doen en thee. En dan gaan we dan spreken over de liefde. Dit is puur even de introductie om even wat los te weken. En ook vooral af te durven stappen op een gegeven moment en terug te keren in ons zelfbesef. Een besef dat we prachtige mooie mensen zijn en op een ontdekkingreis zijn beland. En dat gaat in een duizelingwekkende snelheid de aankomende jaren zich ontvouwen. En daar mogen wij getuigen van zijn. En we mogen ernaar kijken op onze eigen manier. Nou, dat is fantastisch. Hè? Nou, een fijne pauze. We doen, het is 9:50. Ik denk dat we even een kwartier pauze proberen te houden. Dus dat we 9:05 weer hier zijn. Veel, echt ontelbare hoeveelheid mensen op deze aarde die weten hoe ontzettend mooi het hier is. Dat is heel belangrijk om te benadrukken. Er zijn zoveel mensen bezig met de grote verandering. Het is immens hoe mensen thuis met elkaar in dialoog zijn en ook in buurten mensen bij elkaar komen om te spreken hoe dingetjes anders kunnen. Hoe het weer weggehaald kan worden bij de autoriteit van een toch iets gemeentelijks, maar vanuit de werkvloer van de samenleving in de buurt zelf neer wordt gezet. Dat zijn die fundamentele veranderingen. Ze komen van onderaf, niet van bovenaf. Van bovenaf komen ook veranderingen, maar de echte veranderingen komen van onderaf. En het is de tijd dat we vanaf onderkant aan het werk gaan vanuit onszelf om verandering te laten zien. Want je kunt heel erg discussiëren over wat er allemaal niet goed is en wat de bedoeling daarvan is, maar je kunt het ook gewoon besluiten anders te doen. Dat bespaart ook heel veel tijd. Er zijn zoveel mensen met allemaal mooie initiatieven bezig in Nederland, buiten Nederland, over de hele aarde. En dat is gewoon heel erg hartverwarmend. We zien het gewoon niet in de media, omdat daar wordt gesproken over de aandelenkoersen en over de valuta en de grondstoffen en over de verhoudingen politiek. En dat is ook belangrijk, want ik bedoel, dat regeert op dit moment wel onze werkelijkheid collectief. Maar er is ook iets nodig wat als, een nieuw soort kanaal geïntroduceerd zou kunnen worden. En dat start wel allemaal bij onszelf. Dus deze avond is natuurlijk ook een mede-initiatie in jezelf om jezelf af te vragen van, goh, als ik nou morgenochtend opgestaan ben, of morgenavond, hangt vanaf wanneer je uit je bed stapt of middag, waar gaat mijn aandacht dan als eerste naartoe? Wat houdt me bezig? Waar voel ik me toe aangetrokken? Waar voel ik me door gedragen? Waar word ik echt blij en gelukkig van? En ga je eens heel erg serieus kijken van of je daar gewoon iets mee kunt doen. En dan ga je niet buiten jezelf kijken, maar ga je in jezelf kijken. Ga je kijken, wat voel ik nou eigenlijk? Ga eens heel bewust naar jezelf kijken, in jezelf, wat je voelt. Want we denken zo ontzettend veel. Heel veel mensen op deze aarde zijn met prachtige mooie projecten bezig. En toch, al zolang de mens haar eigen kracht uit handen geeft, is alles wat er geproduceerd wordt eigenlijk weer afgebroken. Dat klinkt heel hard wat ik nu zeg, maar dit is galactisch gezien in heel veel andere werelden precies hetzelfde gebeurd. Als ik jullie ga vertellen hoe het moet, of een van jullie gaat ons vertellen aan mij hoe het moet, en ik ben helemaal enthousiast en ik ga dat doen op jouw manier, dan doe ik het toch op jouw manier. En daar is op zich niks mis mee, maar dan voel ik niet mijn eigen passie daarin zitten, dat ik het vanuit mijn eigen vorm en je eigen kracht doe. En precies dat is nodig. Het gaat om die emotionele laag. Deze aarde is zo ontzettend getraumatiseerd door alle modellen waarin we leven, dat we eigenlijk gewoon geen vreugde meer kunnen inademen. We hebben wel vreugde, we voelen ook wel momenten van heel veel geluk en passie, maar eigenlijk is dat veel te weinig. We nemen er zelfs genoegen mee, terwijl dat helemaal niet hoeft. We kunnen nog veel gelukkiger worden, we kunnen nog veel gepassioneerder zijn, we kunnen nog veel meer liefde in en uitademen. Het kan allemaal nog veel groter. Dus als je het gevoel hebt, met mij gaat het wel goed, nou, dan gaat het er gewoon vanuit dat je het nog mooier kunt maken. En als je kijkt naar wat er op deze aarde allemaal gebeurt, dat is gewoon immens. Hè? Als ik nu eerst gewoon kijk naar de modellen waarin we zitten, we leven eigenlijk in een heel gek model, waarin er soort een tweedeling is ontstaan. Dus de een heeft recht op kennelijk een heel rijk leven. En ik heb daar geen oordeel over, want ik ken genoeg mensen, ook in mijn eigen familie, die hebben echt heel hard gewerkt en die hebben ook echt, dus de verdiensten die uit zijn gekomen, allemaal het eigen initiatief. Dus het gaat er niet om of het wel of niet klopt.
dat iemand het in zijn of haar leven ontvangt, maar het gaat om het geheel. Er is zoveel onbalans eigenlijk en dat is gewoon heel erg raar. En dan kijk ik naar die kabinetsformatie en dan wordt er gesproken over van alles en nog wat. En dan denk ik van ja, als je gewoon kijkt naar de gemiddelde gemoedstoestand van de mens, dan zou je kunnen zeggen van goh, ik ga niet zeggen dat de mensen die in de armoede verkeren nu het land zouden moeten regeren. Maar ik ga het ook niet tegenspreken. He, kijk, met mijn verstand zeg ik, dat wordt één chaos. Want alles wat er nu is, wordt gelijk weggegeven, weggekieperd. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het kan ook zo zijn, als er mensen vanuit hun eigen kracht iets gaan neerzetten, dat ze dan zo geldig zijn op dat moment, die mensen, dat ze ook heel serieus vanuit die kracht aan het werk gaan. Dat ze het ook heel duidelijk voelen van nou, nu is het echt menens. Nu tel ik mee, nu doet het ertoe wat ik denk en wat ik voel van binnen. Maar goed, die beweging is enorm groot. En als ik dan kijk van wat er allemaal gebeurt op deze aarde, dat is het is werkelijk waar immens, zowel positief als negatief. Ik word heel veel gewaarschuwd via allerlei websites en mensen van dat we zitten in een hele gevaarlijke crisissituatie op de aarde. Nou ja, ook dat kan ik niet tegenspreken, want als we gewoon kijken van wat er op de aarde gebeurt, hoeveel mensen er in armoede en in honger en ongezondheid verkeren, het is waanzinnig. Merendeel van de mensen hebben nog niet eens een fatsoenlijk huis. Dat is gewoon zo. Oorlogen? Echt gigantisch. Dat is waanzinnig hoe met één besluit gewoon 10.000 mensen kunnen worden gedood. Dat er allerlei bommen en raketten worden afgeschoten. Dat is gewoon heel bijzonder. Maar om met één besluit 10.000 mensen een huis te geven, dat is weer een ander verhaal. En dan zie ik gewoon wat er allemaal gebeurt op deze aarde. En het enige wat ik denk is dat de mens in een soort collectieve gedachtegolf verkeert. Wat ik al begin van de avond zei, van we zitten in een soort acceptatie. Kennelijk ben ik in deze wereld zo geboren en nou ja, zo dat heb ik mijn vader dan ook wel eens horen zeggen van jongen, het is nou eenmaal gewoon zo, weet je. Ja, je moet zorgen dat jij het dan beter doet en anders doet. En dat is natuurlijk ook heel goed bedoeld. Maar daarmee gaat het alleen maar beter en anders met mezelf. En er is iets heel belangrijks in de mens en dat kennen we allemaal. En dat is dat je gelukkiger wordt als je een ander gelukkig maakt. Het is een heel belangrijk analoog organisch bewustzijn in de mens. Als jij ziet dat iemand anders lijdt, en je neemt de tijd en de moeite om naar die persoon te gaan en te vragen, kan ik je ergens mee helpen? Wat is er aan de hand? Wil je dat ik je ergens mee ondersteun? En je kunt dus ook echt iets doen. En je ziet vervolgens dat die andere persoon uit de put keert, of in ieder geval dat zwaarste moment achter zich kan laten. En je ziet dat de ander zelfs een beetje kan gaan weer floreren in zijn of haar bestaan. En je ziet op afstand zelfs dat het met die persoon goed gaat. Dan gaat het met jou ook beter. Er is dus kennelijk een emotionele binding tussen ons innerlijk vermogen in ons, diep in onszelf, verscholen vaak, met de kracht van andere mensen. En dat vind ik wonderlijk. Dat je dan een aarde ervaart waarin er zo wordt gesproken over liefde. Miljarden mensen gaan naar kerken en moskeeën en allerlei andere gebouwen om te spreken over de liefde. Maar dat is het niet. Echt iets voor elkaar doen. Als alle mensen één persoon ondersteunen, dan is het probleem opgelost. En wij maar denken dat we de hele wereld moesten hebben. Ik vind het iets formidabels in de mens. Dat je naar iemand kijkt en dat je geëmotioneerd raakt door waar de ander in verkeert. Dat je zelfs helemaal aan de andere kant van de wereld weet dat daar iemand zit in een probleem. Met een situatie en jij kunt dat oplossen, je kunt daar een impuls aan geven. En dat je weet dat het goed is. En dat je 's avonds in bed ligt en dat je voelt van binnen van het is zoiets kleins wat ik heb gedaan, het is zoiets groots. En dan voel je dat geluk, die verandering die de ander meemaakt, dat voel je in jouw wezen, in jouw lichaam, in jouw energieveld tegelijkertijd, in je lichaam en in je energieveld. Je voelt dan iets. En dat maakt de mens zo ontzettend bijzonder. En die kracht die er dus vrijkomt bij dat voelen, ik wil het niet liefde noemen, maar die kracht die vrijkomt, schokgolven, wat wij vaak kunnen ervaren als emotie, maar die kracht die vrijkomt, dat is het scheppingspotentieel in de mens.
Dat je betrokken bent bij het proces van een ander. Dat je betrokken bent bij het proces van de natuur bijvoorbeeld. Zeg maar wat. Dat is ook hetzelfde belangrijk. Je bent in verbinding met het proces van een ander. Dat is waarachtige spiritualiteit. Dan breng je het helemaal uit de omgeving. Helemaal haal je het weg. Je neutraliseert dat. Je brengt het helemaal naar jezelf. En dan ontdek je dat als het zo is dat er een God is, dat dat niet iemand is in de vorm van welke religie dan ook, maar dat dat goddelijke gerepresenteerd is in jou in de vorm van emoties. En wat is dat in je emotie? Wat is dat als je ontroerd raakt, geëmotioneerd raakt, waarbij je volledige vreugde ervaart, een uitzinnige vreugde, maar ook zelfs een uitzinnige psychose. Andere kant. Die kant uit, die kant weer op. Wat is dat gevoel, die emotie? Volledige vrijheid en volledige onderdrukking. Die emotie, wat is dat? Dat is de taal. Dat is de oertaal van schepping. Als we kijken naar kwantumfysica, dat de mens invloed heeft op datgene wat hij waarneemt. Zelfs niet waarnemen met de ogen, maar waarneemt binnen in zichzelf. Als ik mijn ogen dicht doe of ik ben aan boodschappen doen en ik denk ergens aan een filmpje wat ik net heb gezien op de televisie waarbij drie kinderen in de modder liggen in een half afgebroken huis. En ze zijn fel over benen, ze hebben helemaal geen bestaansrecht meer. En ik sta dus bij die winkel, ik neem het winkelwagentje doorheen en ik voel dat beeld. Wat ik buiten me heb gezien, voel ik aanwezig in mezelf. Dat moment, in dat moment dat die emoties er zijn en ik contact heb via die krachtvelden in mezelf met die andere mensen, vindt er al een verandering plaats. Tot dat moment ben ik aan het waarnemen. En dan komt het bijzondere, hoe krachtiger de mens waarneemt met een emotioneel veld erbij aanwezig, hoe dat veld ook is, dat maakt niks uit, we spreken niet over positief of negatief, hoe krachtiger dat veld aanwezig is, en je daar leiding in neemt, dat betekent dus dat je niet helemaal staat te zwijmelen van met een liefdesveld, maar dat je dat veld voelt en dat je dat omzet in daadkracht, in denken en in voelen tegelijkertijd. Dus je voelt het veld heel bewust. En in dat moment dat je het voelt, denk je ook iets. En op dat moment komt er een bewustzijnsgolf in beweging die effect heeft op de situatie waar jij mee in verbinding bent. Boom, en daar gebeurt iets. En dan ga je gewoon verder met boodschappen doen, zonder dat je schuld hoeft te hebben. Want je kunt niet dat pak rijst daar weghalen, in een envelopje stoppen en opsturen. Dat is de Matrix. De Matrix wil ons laten geloven dat dat de oplossing is. Natuurlijk is het fijn als we met een grote Boeing 747 eten brengen naar de mensen die het nodig hebben. Maar jullie hebben geen Boeing 747, daar ga ik even nu zomaar vanuit. Ik ook niet. Maar we hebben wel iets veel groters in ons. Dat is de kwantumfysica, de wetten van schepping, vertelt dat wezens met een organisch, analoog, emotioneel bewustzijnsveld in zichzelf, denken en voelen tegelijkertijd vrij van krachten buiten zichzelf, die representeren de goddelijke kracht van schepping in zichzelf, in staat zijn om iets aan te raken binnen in zichzelf door het te voelen, het uit te dragen met voelen en denken, boem, en dan gebeurt het. Dan vindt er iets aan de andere kant van de wereld plaats, wat komt omdat jij daarnaar hebt durven kijken. En dat is iets heel anders dan bidden tot een god. Omdat de goden die ons zijn voorgehouden, zijn de grote misleiders. Dat is een onderdeel van de Matrix. En dan komen de mensen aan me toe die zeggen, ja, maar naar wie bid ik dan? En dan zeg ik, wil je dat echt weten? Of wil je gewoon weten hoe het ook anders kan? Nou, dat dan maar. Want het is niet belangrijk om het te weten. Het is veel belangrijker om iets te veranderen. Als jij met liefde aan iemand denkt, dan voel je het. Aan de andere kant van de wereld, je broer, je zus, je oma, je moeder, het maakt niet uit, je vriendin die verhuisd is, je voelt haar. En die taal, die gaat niet door deze werkelijkheid heen. Die taal, dat is een etherisch bewustzijnsveld. En die taal die is zo ontzettend sterk, en als je die als wezen zelf ervaart, dan gaat hij niet naar buiten toe, maar dan gaat hij naar binnen toe. En dan gaat hij helemaal buiten dit veld, waar wij nu in leven, deze werkelijkheid, gaat dat informatieveld
door een andere frequentie heen. En die is beschikbaar voor die persoon waar jij aan denkt en waar je een emotie bij voelt. En in dat moment dat je daarop inlogt, krachtig overdenkt. En dat samenwerking tussen de mind en het hart hoort bij elkaar. Hart geeft informatie door aan het brein, voedt het brein, dus mag ook gezamenlijk naar buiten en naar binnen uitzenden. Als je dat heel krachtig kunt denken, heel gericht kunt denken, vanuit de hartskracht binnenin, dan heb je een ongelooflijk vermogen. Ongelooflijk. En precies om die reden wordt de mens gekortwiekt. En het klinkt heel heftig, maar het is wel zo. Deze aarde is een ongelooflijk mooi experimentele omgeving, waarin wij geboren hier als fysieke mensen nu door middel van technologische ontwikkelingen gaan ontdekken dat er dus inderdaad veel meer is dan alleen de fysieke werkelijkheid. En dat ons brein voor 8% aanstaat, DNA, en 92% uit. Dat is gewoon wetenschap. Dus we staan eigenlijk gewoon meer uit dan aan. Ik vind het wel merkwaardig. Dat we maar voor 8% aanstaan op dit moment, fysiek. Wat zou er gebeuren als onze fysieke werkelijkheid DNA-technisch meer functies krijgt? Wat zou er gebeuren? Qua emoties. Zouden onze emoties veel ruimer worden? Zouden we gevoelens kunnen gaan ervaren, emotionele scheppingskrachten kunnen ervaren, die wij op dit moment helemaal niet kennen? Eventjes een beetje concreter maken dan. We hebben allemaal wel eens een droom gehad, waarin je zo diepe gevoelens hebt gehad in die droom. Zo diep. En dan word je wakker en dan voel je misschien die gevoelens wegeppen. Of ze zitten nog in je. En ze eppen na verloop van dat je wakker bent weg. Dan weet je, die gevoelens die ik daar net had, die zijn zo immens. Die zijn zo diep, zijn zo krachtig. Maar die ervaar je helemaal niet in je dagelijkse leven. Wat is dat? Nou, dan kom je eigenlijk tot de ontdekking dat het te maken heeft met de manier van hoe het brein functioneert en hoe je zelf naar de werkelijkheid kijkt. Ik nodig alle mensen uit op deze aarde om te stoppen met geloven in welke vorm dan ook. Wij zijn oneindig bewustzijn, zuiver bewustzijn. En de mensen die tegen mij zeggen, je hoeft niet te oefenen en te praktiseren om die kracht in jezelf terug te halen, want je bent kracht. Die mensen vraag ik allemaal, toon mij die kracht dan nu. Ik heb hem nog nooit gezien. Ik denk dat het wel degelijk nodig is, en ik voel dat ook, en ik weet het ook, dat wij oefeningen nodig hebben als biologische wezens hier op de aarde, om vervolgens door de oefeningen heen te ontdekken op eigen manier hoe het een en ander werkt en hoe het een en ander weer geactiveerd kan worden in jezelf. Hè? En dat is dus niet zozeer dat die oefening een cult is of een new age, maar het is een oefening die je vervolgens op je eigen manier weer verder gaat uitwerken hoe het misschien beter werkt voor jezelf. Maar die oefening die heeft als één uitgangspunt de bekrachtiging. En dat is altijd dat je je aandacht richt op jezelf. Want zoals jij met aandacht naar iets anders toe kunt gaan, een object aandacht geeft of een mens of een situatie, kwantumfysica. Jouw waarneming heeft invloed op het waargenomene. Als jij jezelf anders gaat waarnemen, anders, dan heeft dat ook invloed, die waarneming op jezelf. En precies daar ligt het eerherstel van de mens van oorsprong. Dat wie wij zijn in dit hologram levend, is niet wie we ooit zijn geweest. Als wij durven aan te nemen, zonder dat we dat gaan onderbouwen, als wij gaan aannemen dat de werkelijkheid waarin we nu leven, waarin wij nu leven, een schepping op zich is, maar wel op een externe technologische wijze is gecoördineerd en gebouwd. Als we dat durven aan te nemen, dat die virtual reality die wij nu ervaren op de wereld, al door allerlei andere beschavingen, geperfectioneerd zijn, dat we een reis hebben gemaakt om daar nu in geboren te worden, als zodanig dat we dat ervaren, dan gaan we ook begrijpen waarom er zoveel uit de kast is gehaald om onze eigen waarneming naar onszelf te voorkomen. Valt ie? Want als wij naar onszelf, of beter gezegd misschien, als wij onszelf een plek blijven geven, volgens een van de vele modellen die er zijn, waarbij reïncarnatie wordt geaccepteerd,
waarbij grotere krachten dan onszelf worden geaccepteerd, waarbij goden zijn groter dan ons, waarbij opgestegen meesters worden neergezet als wijze opgestegen, geascendeerde mensen, leraren. Als we ons op welke manier dan ook een plek geven in één van die werkelijkheden, dan buigt de werkelijkheid af om. Want wat we dan doen is dat we niet naar onszelf kijken als schepper, we zien onszelf niet als het goddelijke, maar we nemen onszelf niet eens waar, omdat we ons ondergeschikt maken aan iets anders. En de wetten van schepping en de wetten van kwantumfysica, dat waarneming effect heeft op het waargenomene, en dat de waargenomene effect heeft op jezelf, dat dat dus ook van invloed is op de waarneming naar jezelf, de positie die je jezelf durft te geven en te accepteren en hem dan ook durft te gaan leven, dat is iets heel anders, daar komt hij dan. Dat geeft zoveel kracht en dat geeft zoveel vreugde en dat geeft een onnoemelijke vrijheid. En dan kom je echt in de verbinding met de schepperkracht, wat al het leven met elkaar verbindt. Dat is waarachtige liefde. En om daartoe te komen, is het dus afpellen en eigenlijk alles loslaten wat je tot nu toe hebt geleerd. Het merendeel van de buitenaardse, waar veel over geschreven wordt, zijn allemaal onderdeel van de mens. Zijn allemaal een onderdeel om de mens te misleiden, om waarneming van de mens te brengen naar hoe die buitenaards in elkaar zitten, wat hun rol is, wat ze voor ons komen doen. Dat ze zich positief met ons bemoeien en ons bijvoorbeeld healen. Ja? Die waarneming is een georchestreerde waarneming die niet fout of kwaadaardig of negatief is. Er zitten wel gevolgen aan vast, de wet van oorzaak en gevolg. Maar dat is een onderdeel van de grote misleiding en afleiding. Daarom roep ik ook alle mensen mijn leven lang al op, eigenlijk als kindje af aan al, van doe dat niet. Ga kijken dat je gelukkig kunt zijn in de situatie waarin je verkeert, door een andere beslissing te nemen. Ja, ik ben ongelukkig, ik zit in die situatie met mijn gezin, ik heb die situatie met mijn werk, dat stopt er dan mee. En dan word ik aangekeken alsof ik een of ander godsgruwelijk antwoord heb gegeven. Maar dat heb ik niet. Ik heb een wezenlijk antwoord gegeven. En het wezenlijke antwoord is dat je moet stoppen, durven te stoppen met iets te doen waar je echt niet gelukkig van bent. Dus stoppen met alles wat kwantumfysica, eigenlijk kwantumfysisch, jouw waarneming ergens anders naartoe brengt. En waarom? Om te ontdekken wat de gevolgen daarvan zijn, meer niet. Niet om naar mij te luisteren, maar gewoon te kijken wat het verschil is. Wat gebeurt er als je vrijkomt? Dat is het opstaan van de mens. Dat is het vrijkomen van de mens. De innerlijke vrijheid in de mens vindt pas plaats als je eigenlijk stopt met alles te aanhangen. En als jij jezelf durft te zien en je zit op je fiets en je fiets door een drukke winkelstraat en je voelt van jongen zeg hé, dat is wel bijzonder dat ik mezelf zo serieus nu gewoon kan nemen en voelen en dat ik weet dat mijn aandacht, wat ik dus geef ergens aan, een effect heeft op de werkelijkheid buiten mezelf, heel simpele gedachte en gevoel. Dan ga je nog een keer door die straat fietsen en nog een keer door die straat en bij de vierde of de vijfde keer ontdek je dat er iets in die straat veranderd is omdat jij er zo mee bezig bent. Er gebeurt iets. Waarschijnlijk dat iemand gewoon stopt en iets aan je vraagt waardoor er een gesprek komt. Dat zijn die organische wetgevingen. We zijn zo ontzettend vast, zitten zo ontzettend vast in allerlei processen en programma's. Ik heb hier een ander stukje wat dan nog wel leuk is om toch even te vertellen. Niet om nou met natuurkundigen te gaan, trots te gaan over gaan spreken, maar het is wel leuk denk ik toch om het eventjes te vertellen. De natuurkundige Jordan zei over de manifestatie van waarneming, dus de wijze hoe wij naar de werkelijkheid zien, dat waarnemingen verstoren niet alleen datgene wat gemeten moet worden, maar ze produceren het. Dat is heel interessant, want eigenlijk zou het ook achterstevoren kunnen zeggen. Waarnemingen verstoren niet alleen datgene wat gemeten moet worden, ze produceren. Dus door iets te produceren met je waarneming verstoor je iets. Dat is eigenlijk wat wij doen. Door te geloven in wat ons voorgehouden is, verstoren wij eigenlijk iets wat niet tot uiting komt.
We dwingen een kwantumdeeltje om een definitieve positie in te nemen. Door waar te nemen dwingen wij dat de energiekwantumdeeltjes van het universum een positie innemen naar gelang hoe jij kijkt. Met andere woorden, wij produceren de resultaten ook van onze werkelijkheid, maar ook van metingen. Het is allemaal bewezen. Er zijn allerlei testen gedaan waarin er een stukje DNA van een mens in een omgeving is gelegd die van tevoren goed gemeten is. Dus voordat dat DNA-stukje daar neer, ik leg het even heel simpel uit hoor, voordat dat DNA-stukje in die testomgeving is neergelegd, hebben ze het hele energieveld, dus het elektromagnetisch veld, de fotondeeltjes die in die testopstelling aanwezig waren, hebben ze gemeten. Had een bepaalde constante waarde. Vervolgens hebben ze er een DNA-deeltje in gelegd van de mens. Toen gingen ze meten en toen bleek dat alle fotondeeltjes, en, ja, dat zijn lichtdeeltjes van een elektromagnetisch veld, positioneerden zich rondom dat deeltje van het menselijk DNA. Dus de aanwezigheid van menselijk DNA zorgt voor vervorming van een elektromagnetisch veld. Toen hebben ze die test vervolgd, hebben ze dat DNA-stukje eruit gehaald. En wat denk je? Het veld bleef gewoon zo staan. Moet je je voorstellen, hier en hier, wat dat betekent. Overal waar een mens is geweest, ofwel fysiek, of waar een mens aan denkt, zich in verplaatst emotioneel bewustzijn, daar vindt de verandering plaats en laat je eigenlijk een blauwdruk achter. Eigenlijk laat je gewoon een afdruk achter van ik was hier. Dus overal waar jij bent geweest, daar heb jij jezelf achtergelaten. En omdat wij fysiek leven, alleen fysiek, ik heb het over collectieve bewustzijn, laten we eigenlijk maar bar weinig sporen achter. Want dat korte moment dat wij leven fysiek, zijn we natuurlijk nooit in staat om de hele aarde over te reizen om echt iedereen te trakteren op ons spoor. Wel? Lukt je dat wel? Nou, dat kan. Maar als je nu gaat bedenken dat dit ook werkt op basis van het uitdragen van gedachten en gevoelens, dan wordt het een heel ander verhaal. Nog een keertje, waarneming. Want hij is een beetje saai, maar heel diepgaand. Als jij met je voorstellingsvermogen een waarneming creëert in jezelf, dat je naar bepaalde plekken op aarde reist, dan breng jij die verandering op die plek dus in beweging. Dus er vindt een verandering plaats in elk kwantumdeeltje van die werkelijkheid daar. Maar wie zegt jou dat je het moet houden bij één plekje? Waarom niet gewoon een hele provincie? Waarom niet gewoon de hele mensheid? Nou, dan komen zo'n programmering uit. Dit stuk wetenschap, wat gewoon echt feitelijk bewezen gaat worden. Nu, binnen 2 jaar, wordt dat echt, ook door de reguliere media, moeten ze dat gaan herkennen, omdat het bewezen gemeten kan worden. Dat is een van de redenen waarom er spiritualiteit is ontwikkeld. Kijk, spiritualiteit is een onderdeel van het bewustzijnsproces dat de mens meer is dan alleen een fysiek wezen. Maar dat zo in excessieve andere bewegingen terecht is gekomen, hè, echte New Age bewegingen, dat is echt een geleidegids om mensen in een soort beweging te brengen, dat ze nadien, als de mens erachter gaat komen dat ze werkelijk met haar aanwezigheid en met haar innerlijke kracht fundamentele veranderingen teweeg brengt, dat ze dat eigenlijk niet meer kan geloven of daar niet meer mee wil werken. En dat kom ik heel veel tegen. Ik kom in spirituele groepen, hoe mooi het ook allemaal is, kom ik echt tegen dat de mens buitenaardse beschavingen aanroept voor healing. Waarbij dus eigenlijk de externe macht groter wordt gemaakt dan het eigen innerlijke zuivere bewustzijnswezen. Ik kom mensen tegen die werken met allerlei andere externe krachten. Het maakt niet uit, het is gewoon goed. Het mag allemaal. Hè? Het is niet zo dat ik zeg van dan moet je mee stoppen. Maar je zou wel eens een andere keus kunnen maken. Nou, op het moment dat je daar naar gaat kijken, dan kom je erachter dat eigenlijk alles georchestreerd wordt uit een bepaalde richting, om te zorgen dat de mens zo verslaafd is dat ze zich liefde kan ervaren en voelen bij een externe kracht, dat ze eigenlijk niet meer bereidwillig is om te kijken waar die kracht dan in zichzelf zit. Want dat voelt wel heel saai hoor, als je het zelf moet doen. Ja? En daar hebben we elkaar ook voor nodig en bij nodig. Als mensen op de hele aarde zijn aan het ontdekken wat de innerlijke kracht dus ook werkelijk is. En voor mij is liefde compleet vrij van angst en liefde. Liefde is voor mij volwaardig kunnen spreken.
volwaardig kunnen spreken over wat ik ervaar. Volwaardig kunnen luisteren naar wat een ander ervaart. Ook al is dat compleet haaks op wat ik vertel, maakt helemaal niks uit. Ik luister met mijn volle oren en mijn volledige hart luister ik. Zelfs als er mensen zijn die zeggen, maar we leven in een matrix. En deze matrix is door Lucifer gebouwd. En het is onmogelijk, onmogelijk. De mens beschikt niet over vermogen om de matrix waarin wij leven, om die aan te passen of om deze te verrijken. Zelfs dan luister ik met volle oren en met een open hart. En het enige wat ik weet in dat moment, dat klopt wat jij zegt. Maar dat is jouw matrix. Niet die van mij. Dus we zitten ook nog allemaal in andere verschillende manieren van universa met elkaar gelinkt. Voor mij belangrijk om te zien hoe de mens verknocht is aan die externe macht. Nou, als we spreken over liefde en kracht, dan laat ik dit plaatje nog even de revue passeren. Wat toch wel ook erg belangrijk is. Dit is wat we hebben geleerd. Dat we hier op de aarde komen en dat we kunnen ascenderen naar een groter en vooral een hoger bewustzijn. Met nadruk op hoger. Nou, we zitten hier in een gymzaal, dus dat zal hier wel lukken. Maar het gaat helemaal niet om hoger. Het gaat om een ander bewustzijn. Het gaat om een breder bewustzijn, ongekaderd. Waarin we niet dingen uitsluiten, maar zeker ook geen voorkeur hebben wat we zouden moeten volgen. Ik heb eens een keer, meerdere keren, met mensen gesproken die eigenlijk ook aangeven van, maar kijk, we moeten toch wel heel voorzichtig zijn. Wij leven nu in een hele gevaarlijke tijd waarin we met robotisering te maken krijgen en de mens eigenlijk verloren dreigt te gaan. En dan vraag ik die mensen vaak van oké, maar als je dus, want meestal praten deze mensen uit een soort model als wat je hier ziet. Dan vraag ik aan die mensen, waar was de mens voordat ze daar op die onderste plank terecht kwam? Wat zit er dan voor? Waar kom je dan vandaan? Als je gaat ascenderen, als je gaat je bewustzijn vergroten, verbreden, dan komt er dus meer kracht in jezelf vrij. Je krijgt meer kennis op basis van de emotionele oertaal, die niet meer gelimiteerd is door angsten. Dus je kunt veel meer doen. Je kunt een kopje koffie drinken op zo'n steunbalk. Behoort dat de mogelijkheden? Iets wat dus eerst onmogelijk was toen je nog in angst verkeerde. En dat is alleen maar het begin. Maar waar komt de mens vandaan voordat ze in die angst kwam? Dat is toch een fundamentele vraag. Waar komt de mens vandaan? Waar komt ons bewustzijn vandaan voordat wij dan in dit hologram kwamen? Wat zit daar dan voor? En dan krijg ik eigenlijk altijd te horen van ja, nou goed, de mens is een lerend en evolutionerend, nieuw, opgestaan, kosmisch schepsel. En moet nog leren hoe het een en ander in elkaar zit. En dan zeg ik nee. Ja, dat is de versie die jij vertelt. Maar dat is dus een aanpassing in waarneming hoe ik dus naar het bewustzijn van onszelf dus kennelijk moet gaan kijken. Wat er eigenlijk aan de hand is, is dat de mens altijd, zeg maar even uitgedrukt in een hoge laag, wat het dus niet is, maar dat zo is het plaatje ingedeeld, de mens is altijd een volwaardig bewustzijn geweest. Altijd. Zoals wij hier nu zitten, in deze lichamen, ons innerlijk bewustzijn, vrij van dit lichaam, is altijd een volwaardig heelheidswezen geweest. Waar geen kaders waren van angst en liefde. Waar helemaal niet eens angst bestond. Sterker nog, in die werkelijkheid leefde het bewustzijn van de mens gewoon in een omgeving wat buitengewoon vijandig was. En op het moment dat de mens haar bewustzijn richtte op die omgeving, was die vijandigheid weg. Zo extreem en zo scheppend is de mens. Zo krachtig is de waarneming van ons bewustzijn. Als ons bewustzijn niet gecoördineerd wordt in denken en door trauma en vrij is van trauma, dan is datgene waar we onze aandacht op richten, wordt direct geneutraliseerd. Met andere woorden, alles wat erin geprogrammeerd is, wat afwijkt van een groot eenheidskrachtveld, een afwijking kan dus zijn een enorme liefdesvolle werkelijkheid of een enorme angstige werkelijkheid. Die werkelijkheid wordt compleet gereset doordat het bewustzijn daarin gericht wordt en opgericht. Dus in feite is de mens vanuit die werkelijkheid is de mens in aanraking gekomen met wat we nu op de aarde hier op dit moment ook meemaken, met een externe macht. En die externe macht, dat zijn eigenlijk cyborg beschavingen die we nu op de aarde ook zien komen. Die heeft het vermogen in zich gehad om niet het bewustzijn van de mens aan te vallen,
Want dat kon niet, omdat daar waar de mens met haar bewustzijn naar kijkt, vindt neutraliteit plaats. Maar die cyborgbeschavingen hebben naar heel diep superintellectueel onderzoek, en dat is, gaat onze begrippen te boven, hebben ze achterhaald hoe het bewustzijn van de mens voortgekomen is uit gekoppeld bewustzijn van andere bewustzijnswezens. Dat is een beetje ingewikkeld. Maar laat ik zeggen, er wordt één persoon onder hypnose gebracht en die wordt in een ander programmaatje gebracht. Je bent dus ineens van Pietje, heet je ineens Truus. En van job A heb je ineens een job B. Dus onder hypnose zit je in een hele andere rol. Als die persoon dat alleen overkomt, zwaar, dat is niet zo erg. Maar als dat tegelijkertijd gebeurt met een hele groep mensen, dan heeft dat invloed op het hele veld van bewustzijn, omdat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. En dat kan ik in deze lezing nu niet gaan uitdiepen, maar ik raak het gewoon nu aan. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Dus waar de mens uit ontstaan is, uit opgestaan is, want het mens is eigenlijk de expressie van al het leven, in welk universum dan ook, in die andere universa, daar zijn de invasies gaande. En daar zijn dingen gebeurd die effect hebben in het bewustzijn van de mens, waardoor in de mens een bewustzijn werd ingeladen, cyborgbeschavingen, waardoor de mens verstoken werd van haar eigen vermogen en in andere circuits van schepping terecht kwam. En toen is er een hele grote overleving ontstaan, een modus van overleving. En dat precies wat mensen nu tegenspreken, ja, maar dat is niet waar, dat is onzin, dat is flauwekul, precies dat is wat we nu zien ontwikkelen op de aarde. Maar in de mens door kunstmatige intelligentie en virtual reality geleid kan worden naar een andere werkelijkheid, nog voordat ze ontdekt wie ze zelf is. En daarom is het belangrijk dat wij met elkaar allemaal gaan kijken, niet met weerstand naar virtual reality en niet met weerstand naar transhumanisme. Dat is even heel belangrijk hoor, wat ik hier aangeef. Laat goed gehoord worden alle mensen die daar weerstand naar sturen. Want onthoud dat als je weerstand stuurt, kwantumfysica, naar de cyborgbeschavingen, dat het resultaat daarvan ook precies zal zijn, datgene wat je predikt. En dat is waarop gerekend wordt. Daarom wordt de artificiële macht zo negatief neergezet. En door die perceptie zijn er ook negatieve machten. Nog een keer, waar het menselijk bewustzijn in staat is andere perceptie van werkelijkheid van binnen naar buiten te laten ontstaan, anders te gaan kijken naar wat er dus ons wordt voorgehouden, vindt er een verandering plaats door de waarneming van de mens. En dan is het vrede. Dan verdwijnen de oorlogen als sneeuw voor de zon. Dit is geen New Age, dit is de oorspronkelijkheid van de mens. En hieruit is Lucifer ook geprogrammeerd. En zelfs het grootste deel van de gnosis is afkomstig uit de Matrix. Het is een leuke avond. Wie zou er nog wat willen vragen of willen zeggen? Niet allemaal tegelijkertijd natuurlijk. Zal ik dan de microfoon eventjes erbij pakken? Oh, hier ligt hij. Ik weet niet of hij aanstaat. Maar ja, volgens mij wel. Ja? Doet u het? Ja, oké. Okay. Ja, jij steek maar even je hand op. Ja. Oké. Okay. Is het dan misschien ook handig als we wel met z'n allen zoveel mogelijk weten wat er gaande is werkelijk op aarde? Zeker. Zodat we kunnen kijken daarna. Dat is een hele belangrijke. Zijn er genoeg mensen al die daarnaar kijken, zodat we met z'n allen dat kunnen veranderen door onze aandacht? Dankjewel, dat is heel belangrijk. Het is natuurlijk niet voor niets dat de hele ontwikkeling van artificiële intelligentie vooral heel mondjesmaat gepresenteerd wordt. Wel thuis, hè? Bedankt voor jullie aanwezigheid. Het wordt allemaal gepresenteerd naar buiten in kleine stukjes. En het wordt ook zo gepresenteerd dat het eigenlijk in hapklare brokken er iets over gedacht moet worden. Dus voor ons is het belangrijk dat inderdaad alles achter de gordijnen zichtbaar gemaakt wordt. Dat kunnen wij alleen maar doen door het zelf zichtbaar te maken. Door daar vanuit respect zonder aanval over te spreken. Niet iemand die bijvoorbeeld bij Silicon Valley werkt, hè, de grote chipgigant, om die dus als een grote reptilianen en een buitenaardse negatieve entiteit te bestempelen.
Want dan doen we dus kwantumfysisch dus precies datgene ook in een ander veld. Maar dat we gewoon openmaken wat de stand van zaken op dit moment is. En er is ongelooflijk veel zichtbaar, alleen in stukjes en beetjes. Dus je moet eigenlijk ook echt het spel durven spelen om het hele verhaal compleet te maken met elkaar door stukjes bij elkaar te brengen. Maar dat wel vanuit waardigheid en respect doen. Dus je gaat niet in de aanval. Dus het is nodig inderdaad om het zichtbaar te maken. Want als het zichtbaar wordt, dan verandert het ook. Want immers, als je collectief met elkaar naar iets kijkt, hap, gaat het open. Want je hebt gezamenlijk invloed op het waargenomene object, op de gebeurtenis. Kijk, hoeveel mensen zijn er wel niet met allerlei wetenschappelijke onderzoeken bezig geweest, dat ze met gedachtekracht, en dan zeggen ze dat het gedachtekracht is, maar dat wordt uiteindelijk door gedachtekracht uitgevoerd. De stap voor de gedachte is dat er een gevoel is, een intellectueel, spiritueel, oorspronkelijk gevoelsbewustzijn, wat verplaatst naar het brein. Het brein maakt daar een gedachte van en die wordt heel getrechterd en gericht naar een bepaalde gebeurtenis. En hop, auto's gingen uit, vliegtuigen sloegen af. Ga zo maar door, hele stad werd zonder elektriciteit, boem, in één keer miljoenen mensen geen stroom, door die testen. Dat is allemaal vastgesteld. Dus inderdaad, het is nodig dat we het zichtbaar maken. Nou, dus gaan we nu kijken van wat wordt er ons nu gepresenteerd. Kijk nu maar gewoon wat we te zien krijgen in deze werkelijkheid. Volgens mij heb ik daar ook nog een plaatje van. Niet van wat we te zien krijgen, want dat weten we natuurlijk wel. Maar vooral dit. Samenbundeling, eenduidige gedachten. Gedachten zijn energie, want we zenden van binnenuit, uit een krachtveld wordt getransporteerd naar het brein. Dat wordt omgezet in gedachtegolven naar buiten toe. Maar we onderbouwen het met een etherisch bewustzijn wat ook iets uitzendt. Een eensgezinde gedachte wordt gevormd wanneer een bepaalde hoeveelheid mensen hetzelfde denkt. Kijk nu gewoon hoe de media werkt. Dat ze iets gewoon achter elkaar opnieuw in het nieuws brengen. Terwijl dus echt topjournalisten zeggen dat is helemaal niet waar. Maar het wordt gewoon weggeschoven. Het wordt steeds weer in beeld gezet. De kracht van herhaling. Als je het 5, 6 keer laat zien, dan zegt je bewustzijn dat het zou wel zo zijn. Maar als je dat heel veel mensen op de aarde tegelijkertijd laat denken, dan heb je een eensgezinde gedachte. Die wordt gevormd wanneer grote groepen mensen hetzelfde denken. En dat dus ook opslaan in hun bewustzijn. Ze denken hetzelfde, ze hebben hetzelfde programma in zichzelf. En dat zijn de instrumenten, dus nieuws, films, muziek, boeken, maar ook religie en spiritualiteit. Dat zie je ook in de kerk, hè? Op die manier hebben we zelf God gecreëerd. Ja, dat zie je in de kerk ook. Ja. Raymond vroeg mij laatst, waarom gaan die mensen eigenlijk allemaal naar de kerk? Nou, ik zeg, wat denk je zelf? Ja, dat weet ik niet. Ik vraag het toch aan jou. Ja, dat heb je als je 15 bent, krijg je dat soort mooie reacties terug. Ik zeg, ik denk dat die mensen daar naartoe gaan om zo een soort gevoel te hebben van dat ze samen zijn. En dat ze kunnen nadenken over hoe het anders kan. En dat ze toch ook echt wel, ja, met een bepaald gevoel van liefde en verbinding weer de nieuwe week in kunnen gaan. Ja, maar daarvoor hoeven ze toch niet naar de kerk? Ik zeg, nee, dat weet ik. Ja, maar daarom vraag ik, waarom doen ze dat dan? Dat is het. Het is een eensgezinde gedachte. Het is een eensgezinde gedachte. Het is een collectief gedachtepatroon waar de mens in zit. En als je dan iets wilt veranderen of iets bespreekbaar wilt maken, dan is dat dus heel belangrijk om het ook zichtbaar te maken. Dus we hebben ook iets nodig waarmee we vanuit volledig respect, zonder aanvallen, zaken gaan benoemen, zichtbaar gaan maken. En niet om te onthullen, om te ontrafelen of om te choqueren, maar gewoon om te laten zien van hoe dingen ook anders kunnen. Of hoe het ook echt in elkaar zou kunnen zitten, wat daar gaande is. En dat is dus zichtbaar maken. Maar de vraag is van hoe zichtbaar kan iets zijn voor iemand die in zo'n dicht bewustzijn zit in een programma. Want we hebben natuurlijk de complottheoristen op de aarde, die dan zo genoemd worden, maar die vaak heel goed door alles heen kunnen kijken, wat er zo plus minus gesproken dan, aan de hand is grofweg. Maar dan ben je een complottheorist, want in de media staat, en het collectieve gedachtegoed is eenduidig, die kant uit, en jij wil iets anders vertellen. Zo moet je gaan vechten. Dus hoe kun je die mensen bereiken? Niet. Gewoon geen moeite doen. Het enige wat je kunt doen is gewoon vanuit jezelf werken. Je hoeft een ander niet te overtuigen, want als je die gedachten hebt, dan krijg je hem ook voor de kiezen. Daarom doe ik daar ook niet aan. Ik vertel alleen maar in hapklare brokjes, vaak met een enorme omweg, want zo kennen jullie me inmiddels. Maar vertel ik eigenlijk heel eenvoudig dat de manier hoe we kijken van invloed is op de werkelijkheid.
En daar heb ik ook met heel veel mensen over gesproken, die dus ook werkelijk los zijn gekomen van religie. En er zijn wat mensen boos geweest op me, hoor. En toen hebben ze gezegd, nu heb ik de werkelijke, waarachtige religie gevoeld in mezelf. Nu voel ik de verbinding echt met het krachtveld waarvan ik altijd dacht dat het Jezus was. Nu voel ik hem diep in mezelf. Nu voel ik die kracht in mezelf. Nu voel ik dat, en dat heeft niets meer met Jezus te maken, maar dat is zo'n fundamenteel eigen kracht in mezelf. Als ik me daar dus op richt, dan voel ik zelfs de verbinding met de bomen en de dieren en met alle mensen en zelfs met andere werelden. En dat zijn mensen die echt helemaal vastgeknoopt zaten aan een religieus beeld. En dat is dan heel mooi als je dat ziet. En iedereen heeft de keuze om het te doen op eigen manier. Dus dat hoeft niet op een manier of de manier, maar op de manier van de ander. Ja? Momentje, de microfoon komt aan. Ik heb jou ook gezien, hoor. Maar dit is nogal een onderwerp, hoor. Want er zijn heel veel miljarden mensen niet zo blij met dit soort onderwerpen. Hey, ga naar Arjan. Neem ik even thee. Als ik dan denk hoe cyborgs ons proberen te beïnvloeden, en hoe wij al eigenlijk beïnvloed zijn, dan merk ik bij mezelf een gevoel van angst en daarna een gevoel van woede. En dan zeg jij van dat we eigenlijk het beste vanuit respect ernaar zouden kunnen kijken. Maar ik vind het vaak heel erg moeilijk om te weten hoe ik ooit in die toestand zou kunnen komen. Dat ik daar respect voor heb en geen angst en woede. Dus, en ik vroeg mij af hoe je dan jezelf van die angst en woede kan ontdoen. Nou, dat is een heel mooie vraag. Er zijn natuurlijk verschillende redenen waarom we in angst en woede terechtkomen. Uit onderzoek blijkt dat het bijna altijd zo is dat het niets te maken heeft met het onderwerp waarbij je het ervaart. Dat is ook heel leuk. Dus er komt een complete verwarring in het brein dat je boos en gefrustreerd wordt. En misschien zelfs wel angst voelt bij een situatie waar het dus helemaal niet door wordt opgewekt. Maar dat die situatie waar je in terechtkomt een trigger is om in het referentiepunt van eerdere ervaringen dat dus in te laden. Maar weet je, als ik naar de eerste stukje ga van wat jij zegt, van dat het wel, ja, hoe kun je nou respect voelen? Misschien is dat ook wel een te groot woord daarvoor. Dat je er niet echt iets van vindt. Wat ik heb ervaren in mezelf. En dat is ook gewoon iets dat ga je gewoon toepassen. Hè? Want alles draait om toepassen. Want je kunt overal over praten, 5.000-6.000 jaar, maar als je niks toepast, gebeurt er ook niks. Het is ook het uitdragen in deze werkelijkheid. Wat ik heb gemerkt, werkte tenminste voor mij heel goed. En dat heb ik van klein jongetje af aan, realiseerde ik me dat, maar ik kon het niet toepassen, omdat ik ook in programma's verkeerde. Maar ik heb ontdekt dat het heel eenvoudig is, ieder mens, en dus ook ieder wezen, uit welke werkelijkheid dan ook, maakt even helemaal niks uit, heeft het recht te zijn zoals hij of zij is. Zo simpel is het. Dus een cyborgbeschaving, die dus een bepaalde ideologie heeft, waar wij misschien wel kleipoppetjes bij zijn in verhouding tot een zeer geavanceerde biologisch, metabiologisch bewustzijn in de vorm van een lichaam, heeft het volledige recht om te zijn. Dat is belangrijk. En op het moment dat ik dat durf in te gaan zetten, dus als het mij niet lukt om respect te voelen naar een mens of naar een situatie of een ander, dan mag ik mezelf afvragen, klopt het? En dus dat ga ik niet met mijn hoofd afvragen, maar als een gevoelsimpuls, klopt het dat ik het recht heb om vanuit mijn vrijheid hier te zijn? Dan voel ik direct van ja, natuurlijk. Dat geldt ook voor de ander. Oh ja, en op het moment dat ik dat dus durf te constateren, zelfs ook, en dus ook mensen op de aarde die dan heel anders zijn en misschien niet binnen plaatjes passen of in modellen passen of weet ik wat, iedereen heeft het recht om te zijn zoals hij of zij is. Ja, daarom vind ik het zo erg dat ik eigenlijk angst en woede heb, omdat ik het ook wel weet. Snap je? Ja, nou, dat kan, dat, zeer waarschijnlijk is dat een soort ergens een herinnering in je neurologische systeem, wat dus nog even kennelijk goed gezien mag worden vanuit je eigen waarneming, en dan is het weg. Dat is de kwantumfysica. En op dit moment wordt dat eigenlijk ingezet en gekoppeld aan gebeurtenissen waar je juist die bevrijding heel graag wilt voelen. En die gaat er lekker tussenin zitten, zo van zo. Dus jij dacht eventjes heel neutraal naar mij te kunnen kijken. En dan kun je daarin gaan werken met de ander, maar het zit hem dus in jezelf. Dus dat stukje, er is bewustzijn nodig om dat aan toe te brengen. En is het dan ook zo dat je dan eigenlijk ook nog eerst naar de psychiater moet om dat op te lossen?
dat hangt van jouw waarneming af, hoe je naar jezelf kijkt. Oké, dank je. Mijn ervaring is dat, en ik heb met mensen gewerkt die ook in de psychiatrie zijn opgesloten geweest, dat als je werkelijk vanuit gelijkwaardigheid samen zit, dus ook al heb je iemand tegenover je die volledig het etiket op zich draagt van nou, die is helemaal gestoord, die is doorgedraaid. Als je met iemand gaat zitten waarvan je brein zegt van nou, dat is goed mis, en je kunt met je aandacht naar binnen toe gaan, naar hetzelfde stuk. Ik heb het recht om hier te zijn en de ander ook. Op het moment dat je dat beseft, wordt je waarneming naar die andere anders. En op het moment dat dat gebeurt, is het mogelijk dat de ander door de waarneming een veiligheidszone gaat ervaren. Het draait allemaal om veiligheid. Waarbij die ander weer een soort gemoedstoestand kan ervaren in zichzelf en met jou in gesprek kan komen. En dan bedoel ik dus een echte dialoog van gelijkwaardigheid. Dus niet de psychiater vanuit een draaiboek, met alle respect, hè, want dat is een heel vak. Dat val ik absoluut niet aan. Maar het is wel een bepaalde rol. Dus dan vervalt de rol van de psychiater, die eigenlijk belerend is, vanuit een model, klassificerend is naar de persoon die het heel moeilijk heeft. Dat is eigenlijk funest. Die waarneming van de psychiater naar degene die psychiatrisch in onbalans verkeert, psychisch, die waarneming zorgt ook voor dat het erger wordt. Als je dat gelijk kunt trekken, dan is het mogelijk dat iemand die in diepe psychiatrische toestanden verkeert, binnen no time, zo, en dan praat ik over no time, weet ik niet, 4 maanden heb ik meegemaakt, iemand in dwangbuizen, gewoon weer helemaal zelfstandig gaat werken, zelfstandig gaat leven, volledig voelt dat je er mag zijn, en ook dat er niet wordt gevloed van hoe de behandeling zou moeten zijn. Ja, de psychiatrie is een hele zware dobber hier op deze aarde. Er zitten heel veel mensen opgesloten die daar absoluut niet beter van worden. Sterker nog, ze worden alleen maar ongelukkig van. Nog erger. En dat moet stoppen. En dat kan dus ook alleen, wat jij net ook zo mooi zei, als je het zichtbaar maakt. Als je het met elkaar durft te bespreken. En nogmaals, niet om aan te vallen, maar om er gewoon naar te kijken. Je schepperspotentieel echt inzetten. Dat is heel mooi. Jij hebt ook nog je vinger omhoog gedaan. Ja. Ja, ik heb een vraag, maar ik wil graag iets delen met de groep. Graag, hou de microfoon zo dicht mogelijk bij je hoofd. Kijk, ik neem heel veel waar. En dan gebeurt er ook heel vaak iets. Op weg hier naartoe. Is even bij mijn hand. Ja. Op weg naar het station zie ik een. Het was in Den Haag. Zie ik een bedelaar staan. Maar dat is iemand die totaal onzeker is, die schrikt van het feit dat hij daar staat. Staat hij er met een bakje, ik denk, god, die arme sloeber, die zal er van niemand iets krijgen. Er loopt een vrouwtje voorbij, heel kordaat, met een tas. Ik denk, nou ja, zo iemand die ziet hem niet. Het zou eigenlijk, zij hem moeten zien. En wat gebeurt er? 5 stappen er voorbij, stopt ze, gaat ze in haar tas, gaat ze zoeken. Ik denk, is er iets vergeten of is het echt wat ik waarneem? Ik kon het bijna niet geloven. Ze gaat graven tot ze iets gevonden heeft en ze loopt terug naar die mannen en ze geeft het. Ja. Dus het feit dat het, doordat het is waargenomen, heb ik iets gecreëerd. Zo ervaar ik dat en dat gebeurt me regelmatig. Ik heb er heel veel voorbeelden van, ik heb al eens meer iets verteld. Maar zo werkt het. Ja. Dus jouw waarneming is ontzettend belangrijk. Ja, ja. Heel belangrijk. Ja. En dat kan dus ook zowel fysiek zijn, maar ook dat je al voorbij bent en dat je het gewoon voelt. En dan gebeurt het ook. Dat is ook waarneming. Ja, tuurlijk. Ja, mooi hè? Ja. En weet je, wat ik dan voor vergelijking vaak naar voren haal, en ik denk dat dat ook gewoon wel een hele passende vergelijking kan zijn. Als we nu gewoon kijken naar ons lichaam. Ons lichaam is eigenlijk gewoon een heel groot softwarematig fysiek object. Dat als ik dus hier mijn wangetje knijp, zo. Dan weet mijn rechterteen onderin weet ook dat er in mijn wang is geknepen. Want wat hier gebeurt, wordt direct doorgegeven aan alle cellen. En mijn hele lichaam is daarvan op de hoogte. Zo simpel is het. Dan zou je kunnen zeggen dus dat eigenlijk mijn hele lichaam communiceert met elkaar. Supersnel. Mijn lichaam zendt ook informatie uit, elektromagnetische velden, morfische energievelden, plasmavelden, wat ook allemaal nu in de wetenschap
algemeen geaccepteerd wordt, dat we plasmawezens zijn, dat we energie uitzenden. Maar energie is eigenlijk altijd overal tegelijkertijd aanwezig. Dus als wij iets uitzenden, is het eigenlijk per definitie zo dat als ik nu in mijn wang knijp, dat jullie daar ook van op de hoogte zijn. Alleen, het wordt niet vanuit het plasmaveld, zo laat ik het nu maar even noemen, wordt het nog niet vertaald naar het brein. Maar het is er wel. Nou, en dus de krachten die beschikking hebben over die kennis, hoe mensen bestuurd kunnen worden in het onderbewustzijn en het niet weten hier, dat is natuurlijk een heel machtig wapen. En dat is eigenlijk wat jij dus ook doet, maar dan gebruik je het niet als wapen, maar echt als ziener van oorsprong, dat je gewoon louter ziet en voelt, dit is nodig. En dan zit dus ook een heel diep respect, gelijkwaardigheid van, dat is nodig. Hè? Bijvoorbeeld, oh, die persoon heeft brood nodig. En het, in dat moment gebeurt het gewoon. Ja. En dat komt omdat je hebt de informatie overgedragen. Via het quantum holografisch bewustzijn. Maar dan is het wel zo dat die andere persoon, die dat dus oppikt, ergens ook een ingang in zich mag dragen, dus ook draagt, waardoor hij of zij dat bewust of onbewust ontvangt. Want 70% van de mensen ontvangt dat op dit moment niet. 30% van de wereldbevolking is in verbinding met dat veld en 70% niet. En dat is niet statisch. Dus het is niet zo dat 30% voortdurend met dat veld in contact is en 70% niet. Het is dynamisch. Het is een dynamisch veld. Ik zal het iets beter uitleggen. Ik heb wel eens vaker gezegd dat 30% van de mens bezield is. En 70% niet. Maar dat is eigenlijk helemaal niet hoe het echt in elkaar zit. Ik druk dat gewoon zo uit om een besef en het uitzoeken daarvan in gang te zetten. Wat er werkelijk aan de hand is, is dat er een veld is. Dat is dus een plasmaveld. Dat is niet statisch verbonden aan één persoon. Maar dat beweegt zich als een vloeibaar organisch veld door het collectieve menselijke bewustzijn heen. Dus de ene keer zijn in verbinding met dat veld en trekt dat bij een ander weg. En is die ander dus op dat moment niet in verbinding met die scheppingskracht in zichzelf. En dan zou je kunnen zeggen, die persoon is niet bezield. Op dat moment wordt er eigenlijk alleen mentaal geleefd. Word je je bewust van die kracht, dan komt die binnen. En in dat moment komt er een tweede veld in beweging. En dat is ook het belangrijke voor ons, dat we begrijpen dat het niet een statisch veld is, wat vastgelokt is in 30%, 70%, maar dat het niet een statisch is, maar een dynamisch veld, wat zich voortdurend verplaatst. En jouw gemoedstoestand en jouw bereidwilligheid om het goddelijke in jezelf, niet buiten jezelf, maar in jezelf te onderzoeken en te aanvaarden, en hoe het er dan ook uitziet, dat komt allemaal vanzelf wel tevoorschijn. Dat zorgt ervoor dat dat dynamische veld zich beweegt. En dat je door de waarneming naar jezelf, dat je jezelf als schepper durft te ervaren. Nogmaals, zelfs als je niet eens weet hoe het werkt. Dat je door dat de waarneming naar jezelf toe te brengen op die manier, word je gekoppeld in jezelf met dat dynamische schepperveld. Nou, dat is een onderwerp dat is heel erg geavanceerd. En daarom heb ik ook een paar maanden de tijd genomen. Dat start in 2018 gaan we wel heel diep op deze materie in. Ga ik het ook heel goed uitleggen met beelden en vormen. Dat hebben we ook nodig om het ook een beetje fysiek te zichtbaar te krijgen. Maar het is buitengewoon belangrijk dat we hier dieper op ingaan. Want dan valt alles op zijn plek. Dan snappen we ook waarom we inderdaad over bezetenheid, hoe het komt dat mensen bezetenheid ervaren. Er is geen bezetenheid. Sterker nog, er zijn niet eens entiteiten. Die zijn er niet. Dat is compleet nieuw op deze wereld. Maar algemeen aanvaard wel degelijk. Mensen die overleden zijn, die blijven hangen in deze dimensie. Die kunnen niet over, die kunnen niet terug naar huis. Die moeten begeleid worden. Dat is niet zo. Dat is een behoorlijke onderschatting van de kracht van het wezen dat overleden is. Er is iets anders aan de hand. En dat heeft heel erg te maken met de manier hoe jij naar kijkt. Ik heb mensen hun praktijk zien opdoeken die bezig waren met het begeleiden van entiteiten naar een andere wereld. Toen ze het dieper gingen begrijpen in zichzelf qua gevoelens en zichzelf een andere plek gaven in het geheel, was dat helemaal niet meer aan de orde om daarmee te werken. En ineens begrepen die mensen waar het echt om ging, in waar ze zelf door die ervaring in werden gehouden. Ja, dat is echt een radicale herziening. En die herziening die is echt nodig. En gelukkig dat de technologie in ontwikkeling is hier op de aarde.
Ja, ik zie nog ja, een eentje hoor. Dit is, nu komt het helemaal. Ja. Wil je nog een stapje dichter dieper gaan? Toch? Nu, vanavond? Nou. Die kunnen we wat. Het thema van deze avond is dus. Het plastische, ja, dat, ja, boe en dat boe. En hoe? Hoe? Dat boe en dat. Ja. Ja. Dat voelde heel anders als vierkant, hè? Ja. Dat voelde heel anders. Ja. Maar je had het net nog over die 70 en die 30%, en dat is natuurlijk ook helemaal niet statisch, dat is dynamisch. Maar kun je er toch iets verder nog op ingaan wat, hoe je, waar die ene meneer het over had, dat die ziet dat er iets nodig is bij iemand anders en hij geeft een andere mevrouw eigenlijk die idee in handen. Ja. Hoe je. Dit kom je natuurlijk overal tegen, in jezelf, buiten jezelf. Hoe je die, dat, om die 70-30% om dat anders te gaan doen. Je doet dit inderdaad in jouzelf. Het is inherent aan de herziening van werkelijkheid. Daar heeft het mee te maken. Het gaat om leiderschap tonen. Ieder mens die vrijkomt, zelfs uit het Christusbewustzijn durft te stappen, omdat het begrijpt dat het een onderdeel is van het programma. Ieder mens die vrijkomt, dus echt vrijheid kent dus geen voorwaarden. Hè? Dus niet uit het ene wel stappen, het andere niet. Ieder mens die vrijkomt, komt volledig in dat dynamische veld in zichzelf terecht. Dus daar is het echt op gebaseerd. En daar kan ik deze avond en zeker aan deze tijdstip nu niet verder op ingaan, maar wees er zeker van dat we er veel verder met elkaar op ingaan en dat het ook brood nodig is. Dus je zegt dan eigenlijk, ieder mens die dat in dat meer en meer komt, dat door die meer loslaten, meer en meer in zijn eigen naam de waarheid komt, dat het ook weer een soort infectie geeft, prettige infectie, naar de omgeving. Ja. Eigenlijk zeg je dat die velden dan ook door gaan, ja, werken bij fantastisch. Fantastisch. Ja, dat klopt. Ja. De verhouding verandert daarmee ook. Dat alles verandert daarmee. Ja, dat klopt. En dan hoeven we ook niet meer spirituele onzin uit te gaan, maar over die is bezield en die is niet bezield. We zijn er klaar mee. We kunnen zeggen dat alle mensen volwaardige wezens zijn, bronwezens. Zelfs op het moment dat ze niet in verbinding leven met die kracht in zichzelf, is die verbinding er altijd. Alleen de koppeling vindt niet plaats. En dat is wat er dus nodig is. En daarom is het ook belangrijk om deze beerpunt eigenlijk open te maken. Want op het moment dat wij anders gaan kijken naar onszelf, maar ook grootschalig op de hele aarde anders gaan kijken naar religie, naar New Age en spiritualiteit, opgestegen meesters, inclusief en de gnostiek. Als we alles mee durven nemen daarin, dan komen we echt tot gigantische veranderingen. En precies dat is ook wat er gaande is. Het is niet voor niks dat de kerken leeggelopen zijn. Omdat het spirituele model gewoon niet meer voldoet. De mens voelt dat we toe zijn aan een compleet nieuw bewustzijn. Nou, ter afronding, de kracht van liefde, waarneming en manifestatie. Het start op het moment dat je daar de herziening in durft te brengen. Het hele concept buitenaardse beschavingen, die door heel veel wetenschappers ook onderbouwd is. Want dat het er gewoon is. Het heeft allemaal een volledige herziening nodig. Het is niet zo zoals we tot nu toe hebben geleerd. Het zit wat genuanceerder in elkaar. Het is zelfs iets eenvoudiger dan dat we op dit moment, we hebben het veel te complex gemaakt. En op het moment dat wij anders gaan waarnemen, en daar sluit ik dan mee af, en ook anders gaan waarnemen naar het onderwerp UFO-fenomenen, buitenaardse objecten, als we dat ook anders gaan waarnemen, want daar zit dus ook een sticker op, dan zullen de beschavingen die inloggen in dit bewustzijn zich ook kenbaar maken. Waarom? Omdat je anders naar ze gaat kijken. Waarom landen ze niet openlijk en fysiek? Omdat ze geconfronteerd worden met de waarneming van de mens. En die is op dit moment niet conform van wie zij werkelijk zijn. Omdat wij in die waarneming onze eigen plek niet hebben opgenomen. Nou, dat is hem, lieve mensen. Ik had geen idee hoe deze avond zou gaan ontstaan. Maar dat is ook het lekkere. En ik ben jullie heel dankbaar dat jullie bezig zijn met dit onderzoek. Luister ernaar en laat het ook weer gewoon gaan. Maar volg vooral je eigen onderzoek. En daar waar je bij weg wil blijven, vraag aan jezelf, hoe komt het dat ik daar weg wil blijven? Want je hebt het recht om overal te zijn. Dank jullie wel.